Vrienden van het voetbal, welkom bij 90 Minutes. Geen Gilles De Koster, geen Joris Breis. En dus moet de derde keeper nog eens spelen. Meestal wil je dat niet, maar met goede veldspelers kan dat allemaal wel meevallen. En we hebben er hele goeie vandaag. Daan Heijmans, Stu Dirks, Filip Joos en Gilles bij achter de laptop, mannen. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Het is uh, 90 Minutes late night, hè. Very late night. Ja. Maar wakker genoeg? Ja, ja. Oké. Okay. Uh, Daan, niet meer alleen topschutter. Nee, de gouden stier staat niet meer op mijn, op mijn truitje van het weekend. Maar jullie hebben allebei evenveel gescoord. Ja, maar blijkbaar heeft dat te maken met de, met de doelpunten die je op verplaatsing zou scoren. En hij heeft er denk ik één en meer. Um, dus ja, ik ga hem terug moeten winnen. Is er gewoon ieder een halve stier? Terwijl dat, er, dat, dat wel een vreemd criterium is. Ja, ja toch? Want er, zijn, er is een type voetballer dat ook makkelijker op verplaatsing scoort mm -hmm. dan, dan thuis. Ja, maar je zou dan kunnen zeggen de minuten. Maar die win ik ook niet. Of aantal schoten? De penalties. een assist Ja, hij heeft hij heeft twee heeft hij die win winnen ook niet. Steukers uh, trapt zich in. Hij, hij, hij verdient die stier, Tolu. Eigenlijk ja, okay. had hij hem al. Hij o, je al zou wel kunnen hebben. zeggen: de topschutter in de ploeg die laag staat, die, dan wint jij. Ja. Dat nee. vind ik ook wel een criterium. Maar hè, hebben jullie allebei een Niet per, een per assist. se, want. Allebei assists. 6-0, 6-0. Nee, omdat assists lijkt mij toch het meest relevant om dat te tellen Je was er nogthans dichtbij, Panderlicht. Het scheelde heel weinig. Ja, en vroeg in de match, hè? We hebben het er vorige week nog over gehad. Dat ik aan het gevoel ging hebben dat ze me nu meer gingen volgen. En Na twee minuten stond ik ja, één keer eigenlijk vrij. En um, ja, echt goede redding. Want ik heb die nadien ja, nog tien keer opnieuw bekeken, die kans. En op tv lijkt dat eigenlijk niet zo'n spectaculaire redding. Maar het was echt een goede redding. Want hij komt zo in een flits en die een bal die je voorzet... Wijkt eigenlijk nog twee keer af voordat hij bij mij komt. Dus ik moest eigenlijk in de reflex. Ja, dat ge... maakte het echt no. allez, heel goed afgewerkt. En je kent soms dat gevoel als je die bal raakt: dat je denkt, dat is binnen. Ja. Je kent dat zo in je hoofd, ik raak je perfect. En dat had ik. Ja. En ik, ja, elk deed hem dezelfde herinnering als hij vorige week met Tolu deed. En hij zet zijn arm en zijn arm is via muur. Die bal ja. botst gewoon weg en zijn arm beweegt niet. En ik, ja, ik roep naar hem: ah, wat doe jij nu? Zo in de emotie. <laughs> dat was wel ja. super mooi. Ja, ik ken hem dan ook ja, een klein ja. beetje. We hadden er voor de match dan ook over gehad. Maar um, nou, ik had liever gehad dat hem binnen zit. Ja. Wat zei hij zelf? Wat hij zei. Ja? Oh, ik weet niet wat dat hem zei. Uh, <laughs> maar hij moest ook lachen. Uh, want ja, hij staat er natuurlijk voor, voor die reden <laughs> ja. Maar het veld, het veld lag wel slecht, hè? of niet? Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ja. Want dat wou, allez, het, het ding is: bij Anderlecht wordt er Anderlecht voetbal verwacht. Ja. Op dat veld kun je geen Anderlecht nee. voetbal brengen. En ik zeg niet dat dat een excuus mag zijn. Want nee, 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 nee. hij heeft er Het is niet zeker dat ze het op, op het veld van City wel zouden brengen. Maar het is, het is veel beter. En hè? voor Angulo zijn kans was dat ook het geval. Hè? Dat is de, die bal stuit, alleen, dat is echt een moeilijke Ik vind bal. dat naar zo doet wat hij absoluut binnen moet, maar ja. hij moet echt niet haasten om, om nog te kunnen ja. raken zelfs. Dus ik vind dat geen 100% kans. Maar ik vind dat wel een 100% kans, maar ik begrijp wel dat je ze verliest met alle omstandigheden. Vind, je, maar mist. je kunt toch niet zeggen dat hij altijd binnen moet, vind ik. Ver... Ik durf dat ook niet te zeggen, maar dat was iets wat ik echt niet goed kon. Dus dan, dan, dan zitten uw eigen, allez, uw eigen standaard. Maar het is wel makkelijker dan Daan zijn kans. Uh, of niet? Omdat hij met zijn linkse gaat. Juist niet, omdat, het, ik vind niet om, uh, omdat hij al voorbij de goal is. Ja, en omdat hij echt moet. dat moet in een reflex reageren met een takkel. Maar hij moet echt takkelen om hem te kunnen raken. En Het is wel dus een dat lege moet. goal, hè, meer ja. of meer. Plus, de, ja. de, er zijn inderdaad wel argumenten. Plus, hoe Van Haasbeek ook zei, ja, dan is iemand die, die de goal weet staan. Die makkelijk ja. goal maakt. angeloos meer iemand van de actie. Dus die is ja, niet meer ja, in de goal. Maakt. Dus he, ja. dat, dus dat helpt ook niet aan, Dat is er bij die Idozi ook, vind ik. Die, die jongen kan geweldig shotten, dat zie je wel, maar een doelpuntenmaker... Ik moet zeggen dat Petris er echt heel kort op zat. Ja. Ik vond Petris een van zijn beste wedstrijden ja, ja. ja. Want ja, dat is eigenlijk de sleutelspeler bij Anderlecht ja. op deze moment. Daar ging superveel aandacht naar. En die speelde echt in elke match. Ja. En zo... Zo gretig. Neidig. Ja, ik was ja. echt van Want Vorige week hadden we dat ook met Thibau Verlinden bij Beerschot. Ja. En daar werd ook over gedaan van die moeten we uit de wedstrijd houden. En dat triggert hij op een of andere manier. En nu was ja. dat opnieuw, want ja, is dan iemand van Engeland. Die komt van Engeland als grote ster hier binnen. Ja. En dat triggerde die. Ook de eerste helft dat hem zo heel kort drie keer er tegen duwt. Ja, 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 ja. En die was al zo van, ja, ja. wat doe jij nu? En dat geeft toch een signaal. Ja, ja dat is waar. Wat vonden jullie van de match? Nou, je hebt gespeeld, dus voor u gaat het ja, anders gaan. <laughs> ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Ja, ik vind dat, dat, dat is interessant omdat hij meedoet. Ja, juist je moest, dan moest hij dan ik moest daar ja. niet mee Ik Dan opgezet. En, en ik vind ook wel weer, allee, je zit echt in vorm, hè? Dat is, dat is ja. duidelijk. Maar maar ja, hey, dat, dat is dat eigenlijk mijn, dat alles. Is mijn hè. Job, hè? Maar het is niet het is niet dat je nu ineens, ik vond verschaar uit zijn beste match van het seizoen vond ik die die deed een paar echt ja. goede dingen. Het is nog altijd, alleen het, het is weinig rook, geen vuur, ander licht. Heel weinig uitgespeelde kansen. Ja, zo. Er wordt ja. heel weinig gecreëerd. Op, op, inderdaad, zoals je zegt, voetballend op de anderlecht manier. Maar inderdaad, ik vond op, veld, allez, op tv ook het veld er echt heel slecht uit. Oh, dat is echt... Dus ik kan me voorstellen dat het echt nog veel erger was. Ja, dat is echt. Dat van blij. jullie ligt beter. Ja, absoluut. Ja. Ik ben blij dat jullie erover beginnen, Maar de spelers van Anderich, die zeiden dat zelf ook. Want ja. voor de match loopt je op dat veld en die mannen staan daar dan ook op en dan praten daarover. En je denkt echt van, die spelen nu vier keer op rij thuis. Ja, dat is dus dat helpt er ook al niet aan. Ja. Maar het veld laat gewoon echt niet toe. En ik wil nogmaals zeggen, dat is geen excuus, maar om daar goed voetbal te brengen is echt niet gemakkelijk. Echt niet. En, en eigenlijk is het het veld al omdat ze dan bijvoorbeeld de, de belofte aanlegt. die speelden aan koning Koninklijk stadion. Dus ja, ik snap niet zo goed zo vroeg op het seizoen dat dat al zo slecht kan liggen. Nee, ik, ja, ik vind het ook bizar. En dan, ja, om nog even over dat match met Mario Strogis, we hebben het er nu al een paar keer over gehad, maar opnieuw. Als hij er tegen speelt zie je wel echt hoe dat hij tussen de lijnen beweegt en naar en voren dribbelt. Was, en ook die, ook die een eerste die bal altijd goed. Ja. Die krijgt hem in, in gelijk welke omstandigheden een bal aangespeeld en die zet zijn lijver te, Dat is ja, gewoon een goeie. Absoluut. Terwijl hij niet... Hij heeft al opvallendere wedstrijden gespeeld, vind ik, dan nu. Ja, maar als je er tegen speelt, dan merk je ja. harder op hoe dat hem dan allemaal ja. doet. Altijd zijn positie achter de zes. En ook. En ook ja, absoluut. Die, en je vergeet, die zit overal. Je je vergeet he. nu jong dat je nog is. Hè. Uh, uh. Echt heel jong. Hè. En die kan volgens mij wel... Ik, ik zie daar scorend vermogen in. Je ja. Heeft dat laten zien in die invalbeurt uh, twee weken geleden, denk ik, hè? Ja, ik, 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 ik denk dat, dat hij in toe... de box toch het kan vinden en fysiek sterk genoeg is om ik, ik, de bal bij te houden. Ik denk als je die zijn juiste positie vindt en in een, in een, in een betere ploeg dan wat ze nu hebben, ik zie daarin die, 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 die mag toch tussen de 10 en de 15 goals. Ja. Maar je gaat aanvallender voetbal moeten brengen en meer kansen moeten creëren. Want ze, willen, ze hebben er wel intenties om aanvallend voetbal te creëren, zeker de tweede helft hebben we afgezien. Ja. Maar zoals Stuur ook zei, het is niet dat ze echt vier, vijf kansen hebben waarvan gezegd van hier, ja. op basis hiervan verdienen ze te winnen. Ja. Maar snapten jullie het fluitconcert naar een match? Maar dat Want, dat was, de van, eerst, was de eerste match naar Riemer. Ik denk niet dat je ja, moet, ik, moet verwachten dat het dan niet ineens anders gaat zijn. is geen voor Hubert, maar dan was het weer naar het bestuur. En, allee, er is gewoon maleis en ik snap, ik snap wel dat je als supporter... Ja, we hebben ze we hebben één thuismatch gewonnen die mm. tegen Sint-Truiden, dat op dat moment een, een, een dode Canary was, zelfs niet, zelfs niet half levend. Mm -hmm. 1-0 in de laatste minuten. Ja, dat, dat mensen wel eens iets meer willen zien... Ja... Hoe dan ook creëert iets met een wissel, met een trainerswissel. Maar ik vind het wel raar, nu ineens ja. is één schuldige, uh, wat is het, één schuldige, drie slachtoffers. Ja. Ze, ze vragen wekenlang voor het ontslag van Riemer, dat gebeurt dan en ineens is Riemer een slachtoffer. Ja. Dat vind nee, ik wel nee, raar. Dat, dat is inderdaad raar. Ja. Ja. En ook, wat, gaat het, wat zou het ontslag van Wouter van den Houten opleveren? Wat zou dat ineens veranderen daar? Ik weet niet dat dat zo goed is voor die club, eerlijk nee, weinig, ja. ja. Nee, maar is het, is het... Ik snap nog altijd niet heel goed wat die allemaal juist doen. Wie? Het bestuur daar? Ja, Koeken hangt daar veel. Als, als een meteoor ergens nog rond en, 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 en die af en toe laat hij zich nog eens interviewen, dan zegt hij ook wel, wel oké okay dingen, vind ik. Dat is niet dat hij dan zo... Maar die hangt er wel nog, dus ja. Die, die, die zijn centen hebben ze nodig. En, en, en van den Houten, ja. Is iemand die, 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 die beslissingsmacht wil, dat is... is. Wouter van den Houten wil, gaat er niet zomaar zitten, hè? Die, 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 wilt, die, die doet dingen, hè. Toch? Zo kennen we hem toch. Dat, dat zou we, is, ik dat zou is denken, wat niet uitvoerend voorzitter is, niemand weet dat. Ja, nee, maar altijd. Dat be, niet. maar dat bestaat. Blijkbaar wel, maar. Wat ontslag ja. van Riemer zou nu toch via hem gekomen ja, ja, maar niet uitvoerend en Wouter van der Nuiten, dat bestaat niet. Wouter van der Nuiten voert alles altijd uit. Dat is net zijn kracht. Absoluut, daarom. Ik bedoel, wij zitten hier in een gebouw. Dat, dat, hier, dat was hier zonder Wouter van der Nuiten, stond dat hier niet. Hè? Dan, waren dat, dan waren dat weet ik veel wat, dat was maar niet. Niet deze superbelofts, <laughs> ja nee toch? Nee, is waar. Die mijn schoonbroer trouwens mee heeft uh, mooi elkaar uh. Ja. Oké. Okay. Die werkte voor, was is heel lang de, de rechterhand van, uh, van, van bij Supersport nog, uh, producer van, van Wouter geweest. Hm. Maar die verhalen ga ik niet doen. Wouter. <laughs> nee, nee, nee. nee. Um, wat voor trainer moet licht nu halen? Er zijn een paar namen die de ronde doen. Hè. Wat is het? Uh, Karel Gerards wordt genoemd. Blijkbaar willen de supporters van Anderlecht dat niet. Omdat iemand van Bruggen en van, van Standaar is geweest. Uh, Kittel Knutsen. Ik had er nog nooit van maar, gehoord. Mark van Bommel en Kasper Julmand. Dat zijn de vier die blijkbaar ja. op het lijstje staan. Maar die Knutsen dat is iemand die, die Arnar uh, Vidarsson sprak uh, er net over op, op extra time. En even daarvoor ook. Dus die heeft met Bodo Glimt dat is de man van die 6-1 tegen Roma. Uh, en dan daarna nog eens gewonnen van Roma. Dus dat, hey, dat is heel straf. Wat hij daar heeft gedaan. Uh, niet mag van Roma maar Wel, wel wat hij daar heeft gedaan. Die hebben een, een enorme visie. En die heeft blijkbaar al. Die heeft echt al superveel clubs gewoon afgewimpeld. Want die, die zit daar, denk ik, vijf jaar. Die zit daar nog altijd nu. En die zit daar nog en die heeft blijkbaar. Allee, clubs zien dat. Hè, van ja, zij zien winnen van Roma. Dat, dat was wel echt. Hè. En, en dan die, die, die ploeg en dan Noors kampioen. En, en van niks beginnen. Dus die heeft. Waarom zou die dan veranderlicht kiezen? Het moeilijk vraag? is op deze moment. Dus dat vind ik op zich. En Geraards, sorry, toch niet. Ik kan wel zeggen dat je denkt van ja, we hebben hem bij Union gezien. Ik vind dat niet. Ik vind dat geen voetbal voor Maar je kunt toch niet zeggen, mag die ooit bij club en standaard is. Wat de supporters op Twitter vooral zeggen, is omdat hem een T2 was van Filippo Mazou. En omdat Filiche Masoer niet echt geslaagd is. En ze vinden dat. Dat, beetje dat vind ik een andere alleen. Nee, dat ja, dat wordt op Twitter geveild door de supporters. Ja. Dat is de grootste reden. En dan ja. komt het Club Rug en ja, dat, vind ja, ik maar dat is. Dat niet mijn extra. mening. He. Ik zeg maar wat ik op Twitter lees, dat is niet ja, mijn ja. mening. He. Nee, maar dat is goed dat je dat. Want dat snap ik al, dat vind ik een voetbal. Een voetbal en oké, okay, wat, wat ook klopt, dat, dat zei Peter dan net. Ja, hij is, hij is natuurlijk niet meer de coach die Union bijna kampioen maakt, hij is de coach die met Schalke slecht begonnen hmm. is. Dat klopt ergens ook wel. Maar ik vind wel als mens. Ik heb die heel hoog zitten in een kleedkamer. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat je, dat je... Ik denk aan iemand anders als de perfecte match voor trainer van Anderlecht op dit moment. En hij is nog trainer in de Zupler En dat is? Pink. Moeslijk. Voor mij de perfecte. Misschien niet zijn manier van voetballen, maar wel de manier van wat hij uitstraalt, hoe hij communiceert, waar hij wilt voor staan. Ik, is... denk, ik denk op dit moment dat dat echt hetgene is waar Anders nodig heeft. Omdat dat een trainer is die een beetje die, Borst cul vooruit. die cultuur en die, de, 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 het statuut en al hetgeen wat er komt bij kijken van dat gaat dat wel terugbrengen, omdat dat ook een beetje in zich heeft. Plus, het is wel een die voor iets staat en die daar alles gaan doen om dat te laten werken. En ik denk dat maar, op het moment dat, maar, daar, dat het die voetbal... Dat nee, ik weet maar... Het sorry, maar ze spreken, ze spreken altijd over het voetbal, maar ik heb het voetbal onder Riemer ook niet gezien. Nee, nee, nee. nee. Dus, nee maar wel, ja, maar dat ik, willen ze wel nu. Maar daar ben ik het zelfs mee eens. Als je als bij ander ligt... Bij wijze van spreken met elf verdedigers gaan spelen. Maar alleen, nee, nu, dat is fout. Maar ik geloof inderdaad wel, min of meer, dat dat niet meer het allerbelangrijkste is. Die nostalgie van Schifo Lozano, want mensen gaan dan naar en Dan denk ik, ja, nee, ik ga nog, ga nog tien jaar terug. En, of vijftien jaar en dan nog wel, nog wel een andere ploeg en een betere ploeg. Maar ik denk dat dat, maar. ja... Moeselitsch heeft wel al meermaals beweerd dat hij dit voetbal met cirkel brengt. Omdat hij vindt dat, dat het beste niet is dat hij bij zijn kern past. Exact. En dat hij wel. Iemand is die kan, voetbal, voetbal staat, we hebben het niet kan, in België zien doen. Ik, dus. denk wel, ik denk wel dat als hij dezelfde manier van voetbal of soort van... Dat, dat kun je niet meer onderleg in, doen, daar zijn nee, we het over. Nee, maar als hij hem diezelfde intensiteit <klaar> en die fysieke capaciteiten kan bijbrengen aan die ploeg... Ja, er zit absoluut wel genoeg voetballend vermogen in die ploeg nu om meer te kunnen presteren dan cirkel kan op deze moment. Denk ik wel dat dat een combo kan zijn dat kan werken. En ik zie het wel, dus een beetje, een beetje zoals ge, dat je dat soms afvraagt, als je Red Bull Salzburg ziet spelen, waarom... Probeert niemand dat in België met een goede ploeg te doen. Red Bull in de, in, in de, met een project met zeer, zeer aanvallend, maar ook enorm pressievoetbal, waarom ja. kan dat niet bij ons? Ja. Dat, is, dat is een vraag die ik me wel eens stel. En ik ben er wel van overtuigd, als je dat erin krijgt bij Anderlecht, maar dan gaan er wel een aantal jongens Waar je dat niet mee kunt. Hè? Nee, maar dat, dat, dat zal sowieso. Allee, ja. denk, ik denk dat het ook duidelijk is dat er een aantal jongens in ieder geval. Want ik denk dat dat enthousiasmerend voetbal kan zijn. En dat is wat de mensen willen, denk ik. Je wilt toch iets wat ze kunnen geloven, wat voilà. ze kunnen achter staan. Dus en dat, 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 daar volg ik u volledig Dat champagnevoetbal er niet meteen gaat zijn. En misschien ook nooit meer of niet nee, voor deze jaren terugkomt. Nee, maar komt, er dan zijn verschillende zich, champagnes maar dan moet Ja, ja. maar daar moeten ze zich bij neerleggen. Want, nee, ja, dat vind ik ook. Op een bepaald moment blijft er niet veel meer over. Nee, dan moeten we terug naar de basics gaan. En ik denk dat dat wel een trainer is die daar kan voor zorgen. Ook omdat ik gewoon fan ben van ook zijn manier van communiceren, het is simpel als Emma's persoon. Als, als Union de voorbije jaren, de drie voorbije jaren in een, een Paars truitje had gespeeld en in het Astridpark. Dat Union met dat voetbal, met de hook, dan, dan waren supporters dol blij geweest. Oh, dan, ben ik echt... dan zijn ze overal blij in elk stadion. Ah, ja. Maar ja, dat, dat, dat is eigenlijk wat dat doet. Ik begin wel meer en meer te denken. Ja, Muzlietje is slim. Ik geloof dat. En die wil weg, denk ik. Ja, het is ideaal, is, Want die zit daar in een de aflopende... Ik denk dat het de ideale... Hij ja, heeft toch wel uitgehaald, hè? Ja, ik denk dat nou, hij zelf ook wel voelt van... Het, het is niet op, maar... Ja, hij, heeft het, hij heeft de spons helemaal uitgeknepen, mm. denk ik, in, in cirkelen. Wou ook, ook geen schande zijn, zijn. Want ja, ze hebben echt het maximale gehaald en een heel goed seizoen gehad. Ook Europees geld. Maar ik denk dat het een ideaal moment is om, om die stap te zetten. Maar... Maar hoe, hoe lang kunnen ze nog wachten bij anderlicht, Voor ze echt een nieuwe trainer ze aanstellen? Ze zullen een international break-off Dat hebben ze gezegd, maar... Ja, ja, gaat dat zo zijn, is een vraag. Als je ik ik, ik, wat ik bijvoorbeeld raar vind, is. is Allee, ik snap, ik snap het wel van licht, maar ik geloof nooit dat Mark van Bommel. teken met bij Dan, ik, ik zou dat raar vinden vanuit Van Bommel. Hoe mag je dan. Ja, ligt je ambitie in België? Ik denk ook, oh, hey, ik zie hem dat ook niet doen. Zeker omdat hij hem een succesverhaal heeft geschreven in ja. Antwerpen. Denk ik dat hem echt wacht op iets. wat dat echt op zijn lijf geschreven is. Om dan nu. licht uit een moeilijke situatie te gaan redden. Denk ik niet dat het. ook? En ook. En ook ja, Fredberg goed. is ook wel nog de olifant in de kaas. Is, is er ergens ter wereld nog een decent trainer of, ja, Fredberg ja, Dat zou we wel worden dan. <laughs> gaat Fredberg Fred blijven? Ja, ik vind dat je raar. Dat die, dat, dat die leken toch enorm aan elkaar. Op social uh, media nu, de staat, nu, ja, zeggen, op Social media ja. staat overal dat verbeken hem terug zou vervangen. Uh -huh, dat dus, daar nu overal nadenken zijn. Ja, ik, ik, alleen, het is ook niet dat Fredberg deze transferperiode is ook raar, hè? Nu, ik, denk, aan... ik denk dat dat ook wel iets met financiën te maken heeft. En, en oké, okay, nog eens een kans geven aan, aan, aan bijvoorbeeld Jari Verscharen als een tien. En ik snap dat ook wel ergens, hè, want, want op het moment dat hij doorbrak. Maar ondertussen, ja, denk ik zelfs een uitleenbeurt, jongen. En jij zal misschien terug echt, echt een goede voetballer worden. Echt, hè? Maar is voor jou Verscharen niet makkelijker om met een ploeg te spelen die aan een top speelt en aan van het voetbal brengt tegenover een ploeg die die knok. Ja, maar niet, ook, ook, ook een goede uitleenbeurt hè. Maar die se in België zijn ook hè. Ik denk bijvoorbeeld zet hij bij KV Mechelen. Die willen voetballen. Ja, daar, daar, zie ik, ik die, daar denk ik dat hij er bovenop daar kan, ik kan komen. Al meer, ja. En dat hij zelfvertrouwen kan opdoen en dat die... Maar Westerlo. Dit Westerlo. Dus, allee, ja, die, ik snap het. Ik dat was te laag aan, denken. Ik, nee, nee, te laag aan nee. denken. ik bedoel niet dat je hem in het moet ik, zetten... Om maar te ik denk niet hij, dat hij dat iets aan de orde is, zowel bij Annelijk niet als bij hem niet, omdat ja, je hebt een bepaalde denk, statuut en je hebt ook nee, een aantal... En ik ja. noem hem ook maar als voorbeeld van de namen die Fredberg eigenlijk ook bijna, bijna expliciet, maar vooral impliciet noemde. van ja wij, wij hebben ervoor gekozen om jongens nog een kans te geven, maar het zijn ondertussen wel veel kansen, toch? Ik denk dat er andere tijden geweest zijn, en ander licht, uh... Dat je zoveel kansen krijgt yeah. uh, om, om te presteren. Ik denk vroeger. Uh, het is gewoon geweten in het voetbal. Vroeger, als je 1-2 stel met een match speelde, ging je op de bank. Yeah. En dat is een beetje aan het uitgaan. Prior periode die eraan komt, verandert trouwens ook wel redelijk pittig. Hè. Woensdag Europees tegen French Varos. Um, van nu woensdag tot en met nieuwjaar spelen ze 19 wedstrijden. Mm. Ja, is, is deze kern daar klaar voor? Vrees ervoor. Ik, ik ook al. Mag inderdaad. Wat, wat je altijd doet, is ook naar de, de, de bank kijken. Hè. Als je een, een wedstrijdblad Daarom. krijgt. Ja. Ik denk dat dat ook wel misschien ook anders kan werken. Omdat je zoveel wedstrijden hebt, kun je het ook wel omdraaien. Je kunt het snel omdraaien. Dus als ze één of twee keer een goed resultaat kunnen halen of een keer een goed een gevoel kunnen hebben, kunnen ze ook wel snel omdraaien. Dus maar het kan in beide richtingen gaan. Maar ja, welke trainer het ook wordt, om het zo op korte termijn zoveel wedstrijden te krijgen, dat is geen cadeau. Veel trainingsarbeid. Want, je, want ja. je kunt niet echt je eigen accenten leggen. Je kunt wel misschien een aantal posities veranderen of je kunt een andere opstelling gaan spelen. Maar je kunt niet, uh, inderdaad, je hebt geen voorbereiding van een aantal weken waar dat je accenten kunt gaan leggen. En dat is ja. voor een trainer zoals Van Bommel of een der welke, vrij grote naam, die je uh, wel heeft gepresteerd in het verleden. Vaak een argument om het niet te doen. Hè? Dus mm -hmm. daarom lijkt het mij dat je een trainer gaat moeten nemen die, oftewel van een kleinere ploeg komt en die zich absoluut zelf wil bewijzen. Um, of je moet ja, een naam nemen die zich wil terug wilt relanceren. maar ja, ik weet niet wie dat er op dit ja, moment vrij is klopt niet, zo is, en ik vind staat. wel moeilijk dat, dat dat wel klopt charisma hè je gast heeft ah, echt charisma dat is, charisma. Ja, dus dat is daar, echt daar, daar, daar wilde echt die ja. wilde dat interview zien omdat je moet ja. luisteren hoe dat hij het gaat brengen ja. ook al zelfs in de Nederland kan hij dat zoals een nee, gentleman brengen absoluut. en dan kies je Max en spelers voor je bijvoorbeeld af maar ja, je hebt toch een bepaald respect nog steeds ja en dat was ook de eerste keer op. Ja, op en, al die, en dus ja, ja ik, ik ik vind dat wel passen. Oh, daarom moet je het nu doen, hè, met een international break. naar de twee weken. Dat is eigenlijk het meeste tijd dat je gaat krijgen. Je hebt twee weken tijd om je accent te leggen. Ik weet dat toen na zo ontslagen was bij ons en de mail gekomen is, heeft hij nog twee weken gehad. En op twee weken kun je wel bepaalde ja, accenten okay, leggen. Like. De andere ligt zijn er wel nog altijd wel een paar weg. Ja, internationals. Ja, dat was bij ons ook. Hè. Ja. Misschien niet zoveel, maar <laughs> toch een paar. <laughs> uh, waar ze niet op zoek moeten naar een goed gevoel, waar het al is. Race Genk. Ik denk bij far de beste voetballende ploeg van, uh, van de competitie. Ja, Dit en in het begin had ik dat toch? Alleen De eerste twee nee, Spelen had ik, ik zoiets heb, van. Ja, die mm. patat op Leuven. Huh? Maar, maar, nu, dat, maar dat, is dus, dat, dat wil wel iets zeggen. Als je zoiets krijgt en je komt daar, je komt daar bovenop. Ja, De wedstrijd tegen Brugge is, is het kantelmoment. Ja, het moment, dat is hè. echt een referentiewedstrijd. Oh. 0-2 achter, uh, 3-2 winnen. En, en... en ze waren echt... Ze zagen afweers in Maar als je... Ja, ja, ze, ze, enorm ze waren naïef en ze waren... Ja. Ze waren maar als je, nu, als, als je daar eens naar de bank kijkt. Hey, die O. Ja. Want die golf die je maakt. Maar, uh, ik ik heb dat toevallig bekeken omdat, um, omdat, ik, hem, omdat ik hem zag. Allez, ik zag dat hij had gescoord en ik kende hem niet. Ja. Dat, ik vind het heel bizar. Die heeft wel redelijk wel wedstrijden gespeeld voor Celtic. Mm. En dat hij dan de stap zet naar Genk vind ik toch vrij ja. bijzonder. Hè? Ja. Dat is toch een stap terug. En, want hij speelde daar Champions League. Ja. Maar hij heeft, heeft daar wel wat mee gedaan. We hebben wel een betere competitie. Hè? Ja. in de breedte zeker ja dat ja, bedoel ik hè. Het is, allee, maar, die, maar die, die komt waarschijnlijk hij zal wat iets in ook hè. ja maar inderdaad hij zal wel komen met intens om te spelen dat elke spelen en, om, is dan, te en spelen. om dan als trampoline ik denk wel dat Racing Genk kan zeggen kijk dit is onze muur ja, he, jongens ja Goed, maar die komt toch de niet bijgenomen starter te worden ik kom toch niet naar Genk met wel. intentie als eerste spits te zijn. Als je van Celtic naar Genk komt, dan komt er wel meer. Maar toch met de hoop dat Tolu nog ging vertrekken dan. Maar Eze. als je de beelden van Tolu van vorig jaar zat en je zou niet denken dat hij als eerste spits komt, dan zit het toch... Allez. Je gaat toch nooit naar een ploeg van gewoon En Tolu was toch ja, ja, vorig maar de jaar de hoop heb dat, dat Tolu ging vertrekken. Nee nee, absoluut. Ik oh. begrijp dat je, dat, je, dat je zou denken, ja, rock maar die speel ik wel uit de ploeg. Klaar, drie, ik zelf... Als ik daar op Wiscout 20 uh, beelden van maar, kijk, vorig jaar. en dan denk ik dat je nu toch spijt. Eh, ja, denk, ja, maar, ja, maar dat kunnen we aan tevoren niet weten. Maar ik ofzo. denk wel dat je hem op termijn niet uit de ploeg kunt houden. Die, oh ja, dat gevoel ja, heb je. Die pas dat hem gaf op anderlecht was ook straf. Die die is meer als een, ik, aan de spits. Het is iemand die, die heel goed voelt waar. Oké, die I know, was onwaarschijnlijk zwak verdedigd. Maar <coughs> hij legt die wel pan klaar, toch? Maar zoals gezegd, er zijn echt heel veel. Echt heel veel variatie in hun manier van voetballen, bon <Sou> heel Ja, echt. Ja, het is, het is een leuke ploeg. Ja, ja, zei, die Sattelberger, ons. de eerste match, dacht ik, jongens, wat is hij nu gehaald? Die speelt ook zijn matchen. Heine, ik vond dat zo prachtig beeld, 300 matchen, die staat er te glunderen. Dat is iemand die content is, en, Wa en... waar vinden je dat nog? Iemand die content is dat hij 300 matchen bij een Belgische wat, ploeg speelt. Wat, wat wat, met trots. Wat ook gek is, is dat die 27 jaar al twee kruismannen gaat. heeft, dus die had er al 400 kunnen hebben. Uh, maar schrokken jullie niet dat, dat. dus één is Pierre de twee buffel en hij en het derde ja, ja ik top. vond vooral buffel twee dat is ik van, er zoveel ja Is ja. Buffel niet één ja. ik dacht Pierre de Nier nee, om winterslag hè ja, de Nier was inderdaad één die ja? ik heb ook gehoord op ja. Sports Night ja. maar daar schrok ik van ja. alleen van hè? buffel mm, alleen maar Absoluut 380 matchen vergingen. Ja, dat wil ook ja, zeggen dat je ja, nooit geblesseerd zijn, hè? Staat op scherm, Denier 413, Buffel. 88, ja, dat is de enige. Hij dat de 2 dus hebben we hem te vroeg gevierd. Transfermarkt is niet, <laughs> nee, nog niet. Ja, misschien dat ja. ik dit weekend nog. <laughs> uh, enige nog gevoel, gevoel dat ik begin wel heb. Als je dan, want dan zijn we direct bezig voor ja, titel en over mogelijke kampioen en zo. Ik mis zo wel buiten Heine mis ik wel wat en van Combrugge mis ik wel wat met je in de zin van ervaring. Want het is nu allemaal leuk, je zit in de flow. Maar ik vraag me af, als het echt in de playoffs offs elke week gaat doen, en het is om de knikkers en verliezen is, is uh, ja, onder druk, weet ik niet of dat ze daar op deze moment klaar voor zijn. Hmm. Maar daarmee heb je wel een heel jaar om de richting te groeien. Ja. En je hebt wel 50-50 ervaring, jong geweld. Want ja. de hele verdeling is eigenlijk wel redelijk ervaren, nou ja, toch? Ja, Quest is ondertussen super ervaren. Ja. Kajembe op linkse bak. Uw moet wel van Frank Kronbergen. Kajembe, maar... Dat heb ik nooit niet meer gedaan. De, de, de reden waarom ik het is... Ook zeg, is maar die die verdediging heeft wel twee jaar op rij in de play-offs. Zijn die zijn nu wel door de mand gewonnen. We kunnen verdiening. meer de ploeg, duur. Ja, maar die verdediging ook... Die, ja, Ja. Snapte? Nee, uiteraard. Het is nooit enkel de verdediging. Je nee. begrijpt me niet verkeerd, maar ik bedoel vooral... Ja, en die heb... twee jaar op rij. Heb... Vorig jaar... Allee, vorig jaar waren het jaar daarvoor... Nee, okay, dus ik maar valde ik... niet door de mand om de halve ja. wereld in bal binnen shot te schotten, want je bent nee, is... ook kampioen. Nee, ja, dat, is waar, dat is waar, maar het is niet, ik heb niet zo het gevoel van, witte, daar, daar staat echt iets waar dat je... Bang van bent. Ja. Nee, jawel, ik daar, snap dat, dat, gevoel, dat, gevoel. dat gevoel. Het is allemaal nog mooi. Ja. En, en ik vind de, de... Allee... De... kom niet op het woord. Het <laughs> is gewoon El Wadi. Van dat gevoel, de, de veruitwendiging van dat gevoel. Als ik die zie spelen, dan word ik gewoon super blij van... Die gast, die die die, die en nu stak hem die die doorsteekpaal. Is die meer de, 16 de... 16 van de tegenpartij? Ja, ik vind dat fenomenaal. Dat ja. is echt. een, een beetje gedaan. ja, maar toch, dat is Theo iets. Hernandez, maar ook nog iemand die beseft dat hij naar achter moet. <laughs> Met brains. Maar nou, het is, het is, ik kan uh, niks slechts zeggen over <laughs> Theo Hernandez <dit laughs> <thing. is> zoals, <laughs> deze week niet. Het is zoals Munoz, maar ik vind het nog avontuurlijker en, ja, en ja, nog een bal beter nog. je nog iets. Nog iets leuker nee, om aan een bal te zien, nee, maar maar meer het dan zou is zijn. Is, is... is meer al man ja, atleet en... en dingen. En hij is zo meer een vlinder die overal zit, een libel. Maar het is, het is Maar net daarom, met, net daarom heb ik het gevraagd. Ja, ja, ja. ja dat bedoel ik. Als het om de, de kliniek is en het moet zakelijk zijn, dan weet ik het niet. Maar hopelijk, maar ik ben benieuwd. Wat nu hun gigantische voordeel is, omdat je er doodgraag naar kijkt, omdat het de ploeg is, samen mijn club, want de eerste 40, 40, 35 van club waren ook. Kan, kan bij hun wel hun nadeel worden als, als het om dat bedoelt ja, en dat kan wel ergens zo zijn maar dan heb je het toch maar gehad die vreugde en die zwung en elk is het beste voorbeeld is het hetgeen wat club dit weekend voor heeft is eigenlijk iets onclub zeker gelijk. en dat met verwacht je wel van Genk. en dat is eigenlijk iets wat Genk, wat ik wat nu bedoel met er, wat, wat ik zie dat hmm. er misschien in de plus kan gebeuren dat ze heel goed voetballen en dat ze, maar dat ze een beetje met zijn en dat ze dan eigenlijk niet gaan belonen het niet eigenlijk maar ik over. vind het wel een... een uh, het is wel een coöperatieve, vind ik. Dus iedereen kan daar... Iedereen zit op zijn juiste rol op dit moment. En iedereen die inkomt, scoort, doet... Ze zijn, ja. ze zijn echt gevaarlijk. Zonder dat je kunt zeggen, het zal dat zijn. Ze hebben Tolo. Het is niet dat ze lange ballen beginnen gooien. Af en toe komt hij eens. Ze voetballen, dan die in El Ja, die zit ja. dan ineens inderdaad daar onder de cornervlak. Allee, Heine, Heine die, die toch weer... Ik vind niveau wel, gehaald Ik denk dat dat ook toevallig goed zegt. Ik vind dat ook wel de verdiensten van de coach. Want ja. die, heeft, die heeft vorig jaar zonder ah, druk heeft hij het goed gedaan bij Sint-Truiden. Dat was allemaal makkelijk. Jonge gasten talent, kansen geven. Maar ja, het is wel een verdienste van hem dat hij het zo goed in elkaar heeft. Want ja, ze zijn zeker niet beter qua spelerskind dan vorig jaar. Hè, vind ik. Henk? Ze zijn eigenlijk. Want we hebben het erover gehad een week of twee geleden. Dat elke. Belgische ploeg was verzwakt, dat er geen enkel ploeg echt versterkt is geweest. Onder andere Genk, die ook al aan bod kwam en dat ze ver verzwakt waren. Maar hij laat ze wel beter voetbal aan voorkomen. Dus zijn dus Genk geen dat... vertrokken? Um, El Canous. El Canous is vertrokken, Mark McKenzie is vertrokken, Zakiri is. Nou, vanachter is nog, nog iemand van achter. Uh, Kustijn, Sadik, uh, Munoz is eigenlijk al ja. het seizoen naar Crystal Palace getrokken. Ze ja, zijn niet versneld. Maar ik denk ook dat er heel veel gasten zijn die... Smeds, ah. die En die ogasca uh, Ik ja. zeg niet dat hem op niveau van El Canoes maar die op dit moment wel... Nee, nee, maar die kan geweldig. Ja. Ja. Dat is echt dat is een toptalent, dat is. Ja, well, yeah. Is het ook niet zo dat er veel gasten die vorig jaar niet het niveau haalden, zoals Joris KMB, zoals een Arokodare... Dat die dit jaar ja, nog een ja. veel hoger niveau ja, halen. Ja, en eigenlijk ook kwestie staat ik met momenten. Dan... Maar dus de verdiensten van de coach. Ja, ja, 100 ja, ja, ja. Dat vind ik, ja. Dan een betere coach. Als het misschien niet een beste niet en, op dit moment. En vorig jaar, die mokerslag van die goal van Alderwereld. Ja, dat heeft meegespeeld. Daar heeft aan de. Dat sindert zindert nou, na. De week van Club Brugge. Um, Het bewijs van hoe oneerlijk voetbal soms kan zijn, kan je ergens zeggen. Maar met welke voel moet Club Brugge nu uit die week zijn gekomen. Uh, twee keer goed spelen, twee keer verliezen en zeven goals slikken. We weten dat je naar Schalderwaar moet. <laughs> op een vrijdag, nooit makkelijk. Naar de voormalige topschutter. Ja. Nee, uh, Bruggen, zoals, uh, zoals Philippe zei, de eerste veertig minuten waren echt, uh, waren echt goed. En tegen Dortmund vond ik ze eigenlijk ook goed, tot ja, minuut zeventig. Hmm. Uh, Zelfs ver, ja, ze vergeten hun eigen, hun eigen uh, te belonen op deze moment. De kansen genoeg gehad. Twee keer. Dat het. En ik vond hun eerste helft echt super vergelijkbaar met die van Arsenal-City. Mm. Omdat je dan ook het gevoel had van, City domineert eigenlijk, mm. maar toch gaat Arsenal met een voorsprong de rust in. En dat je denkt van, hoe is dat kunnen gebeuren? Uh, en dat was bij Gent was dat eigenlijk net zo. Uh, kunnen we ff, ja. Want ik was echt naar die match aan het kijken en ik dacht in mijn eigen van, maar als wij daar verder tegen moeten spelen, dan gaan we echt peri ja, zien. Denk dat maar nog hè Ja, absoluut. Nee, nee, ja, het ja, nee, nee na 90 minuten heb je nu wel het idee van, er zijn mogelijkheden. Ja. Als zij het laten liggen. En als je keeper uh, zijn match speelt. Ja, dat is waar. Ja, want Roef was wel echt heel goed. Roef was echt goed. 27 schoten voor Club 6 voor Gent. Nou, speelt het het al weken. Maar oké, okay, maar dat is tof aan voetbal, hè, dat dat kan. Tuurlijk. Hè? Dat, dat, dat maakt onze sport nog. Als, ik, als we dat afschaffen, dan is het voor Maar mij. ik denk wel. Hoe maar, zou je dat zelfs kunnen afschaffen, Filip? <laughs> ja, oeh, er wordt ongetwijfeld over nagedacht. Door Anjeli <laughs> ja. is daarover aan het nadenken. <laughs> maar, ja. op, maar ik denk, voor dat de Haaien wel ik ga zeggen, maar dat die wel beter slaapt nu, deze week, dan ik een aantal weken geleden. Dat denk ik ook. Omdat hij denk... wel zoiets heeft van, weten, als we op dit deel aan verder gaan, ja, dan gaat de rest wel volgen. Ik zou nu positief naar mijn kleedkamer komen, ja. ik zou nu echt zeggen van, en ik zou misschien wel een keer... Ja. Allee, die er, er waren ook wel wat fouten, ja die wissel, die wissel van en... Nilsson begrijpt toch niet. Maar, maar wat ja. Mechelen doet dus hey, bij, die, bij die, die vierde goal. Uh, ja, dat die... Van Gandelman. Uh, ja. Uh, ja. Dan op Kutjonsen, dat was dat echt slecht verdedigd. Ik heb, ik heb nog een, 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 een vraag die ik wou nu al stellen. Want we hadden er in de kleedkamer bij ons een deinzen over. Of een discussie. Over die. Um... Niet over mij, nee. Nee, 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 nee <laughs> niet over u. Maar jij ja. er een enige met dat juiste antwoord. No, nog, nog niet. maar... het ja, spreekwoord uh, gebruikt en ze wilden weten: klopt het of niet? De tweede, de tweede goal van, uh, van Gent. Um, um, die Pinek aan het paal wordt getrapt. Um, mm. En dan ja, de ongoal van Ordonjes. Vind je dat dat een fout is? zeker niet, maar vind je dat dan fout is van Miolet. Want er wordt altijd gezegd keeper moet kort korte hoek afdekken, ik vind mm. dat hij dat perfect doet en dat de paal, ja hij kan er niet aan doen dat hij op de binnenkant mm. paal gaat en dat hij dan binnen gaat, maar er, zei, er waren er die bij ons zeiden van ja sorry maar dat is zijn verantwoordelijkheid, die moet zijn eerste paal afdekken. Hij moet ook de, de paal coveren. Ja, want, want ja. Dat vind ik ook niet. Ook, dat vind ik absoluut niet. Ook en dan de tweede stelling was van ja. van dicht ook vind, vinden, want dat, dat moest ik dan vragen vanuit de, vanuit de, vanuit de klitkamer bij ons, Um, vinden we dat Mioleu op dit moment nog eerst kip moet zijn bij Club Brugge? Wat ik absoluut van vind, maar wel. Absoluut, dat dus is wel top. Dus zijn, ja, ja. Maar, dus ik hoor van heel veel Club, Club Brugge supporters ook dat, ja. die, dat die nu over jakkers spreken of over iemand anders, maar ik vind dat heel. Nee, cool. Ik vind, ik vind het nog altijd zeker, maar wat dat wel waar is, die zit met een ouder wordend lichaam. Ik vind dat je dat heel goed ziet in de trappen. Soms, soms ik een bal niet meer. Allez, Get je hebt, je hebt ze bij spelen, dat ze bijna hun heup moeten vastpakken. Dus dat ziet je. Maar ik zou altijd zien. Allee nee, dat, dat is schandalig. Maar hij moet altijd spelen. En dat is vergeten precies heel snel wat hij allemaal heeft gedaan. Want ja, nee. allee, die heeft Club één keer op zijn eigen kampioen gemaakt. Maar dat mag niet altijd meespelen, vind ik. Je mag ik. niet blijven staan omdat je drie jaar geleden ploeg heeft kampioen. Oh, dat gemaakt. Dat ik nee, maar okay. je mocht ook niet vervangen worden omdat er een potentieel wordt gezien in iemand anders. Het is gewoon een beste dat speelt, vind ik toch als keeper. De laatste hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als je de, de toekomst, als je de toekomst ziet in een keeper en die hebben hetzelfde niveau, dan snap ik wel die Ja, maar kickers, dan, ja, nee, dan, dan, dan heb je ja. Ja. Dan hebben we nog altijd de naam Mignolet. Dat speelt wel. Tuurlijk, dat speelt maar wel. Dat, maar, maar als je effectief gelooft in de toekomst van, ja. van Jakkers, ja, en je wilt ja. daarmee verder de komende jaren, dan moet je ooit die beslissing wel en nemen. Maar vorig jaar hadden we ook de reden, vond ik, omdat Mignolet toen inderdaad met zijn blessure aan het sukkelen was en Jakkers deden het op die moment ook gewoon heel goed. Maar op deze moment, ik heb vorige week nog gezegd, vind ik dat Mignolet echt goed aan het keepen is en om op die fase terug te komen. Nu is dat... Makkelijk om over te spreken, omdat hem om op die paal gaat. Maar stel je voor, hij trapt naar de linkerhoek. En hij, hij dekt eigenlijk zijn eerste paal. Dan ligt hij mijn tweede hoek eigenlijk open. Ik ben volledig akkoord. De fout. Het gaat over dat, hè? Wat al Minoli hebben? Een 47 ik. Ja, absoluut. Hey. Dus maar als je dan naar een andere hoek trapt, dan ja, lijkt ja, dat ja, van. Ja, ja je ja. staat eigenlijk voor je gevoel. Vinden we. Ik had ergens ook wel iets van. Ordonjes, als je op je voetjes tot te dansen. Ja, maar het komt zo snel. Ja. Ik, ik heb ja, ook, ik, ja. Mijn eerste reactie was dat ook. Maar dat is zo snel gebeurd. Nee, en express trapte me ook niet, hè? Ik express trapte me ook niet. Nee, nee, daar heb ik niet gezegd. Hè. Nee, maar ik, wou, ik kan er echt niks aan doen. Toch? Nee, 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 nee. Maar de vraag als, is, als je, ge... ja, ja, ik vind dat bijna een technisch, ja, maar, het is... maar ik ben misschien mis, hè? Ik wat maar maar je... het bedoelt, maar het is op, op tien keer je dat één keer voor. Ja, wat je... ik wel goed vond van Franken en dat, dat moet ik echt zeggen van een topwissel, dat je Fadiga die uiteindelijk voor die goal zorgt, dat je die wisselt, want die was echt slecht bezig. Samuase speelt een goede tweede helft. Ja ik vond dat top dat je dat doet. Die, die nam heel veel verkeerde beslissingen, oh, allee, zo Als het open lag. ja want het als lag open. En daar moet de club wel. Dat zou ik wel... Er waren momenten dat ze met vijf vooraan hingen. Exact, want voor dat je eerste goal maakt, is er een fase waar Fadi gaat enorm slecht uitspeelt. Op die en tegenstander dat loopt. dat razend is. En daar beslist hij het. Ja. Doen het met al... En hij mocht zelfs nog twee goals... Allee, het maakt het niet uitgemaakt. Nee, nee dat, ja, dat klopt niet. Wel, dan ja. Ja. Want dat, maar dat was het volledig tegenovergestelde met Nilsson. <tie> He, die, 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 die maar dan... die stond ook vast, die wissel, hè? Ja, maar die moeten. moeten. Daar moet een moment. Het komen, ik, maar... snap, ik snap niet. Allez, dat, is de, dat gaat de volgende keer ha Je 100% zeker doen. Maar dat is hetzelfde als bij een corner. We wisselen niet bij een corner. Wisselt niet onmiddellijk na een goal. Denk even, dat is een, dat is een, een kantelmoment in een match. En ook okay, de assist, ook al. Hè? En, ja, de assist en de goal. En 2-4. Sorry, het was niet gedaan. dat ook. Ja, ik vind het doos, doos, dat hij he? dat, dat zegt. Maar hij kon ook moeilijk anders zeggen. want... Het was ook zo. In minuut 30 80 had je toch ook het gevoel, als ze nu nog scoren. Ze waren echt, even, ik denk, in mijn 80 tot 86 waren ze echt zo hard aan het drukken dat ik wel dacht, als ze nu scoren. Ja, als, je hebt de mentaliteit wel echt wel in de kern om erover te blijven gaan. Als de 2-3 valt op die kans van de kuiper, dan, uh, want dat was bij 1-3, als ik me niet vergis, dan uh, is het een heel andere wedstrijd nog. Ja. En maar nou, het was zo'n wedstrijd waar we voelden van. Het kan nog, maar uh, het staat allemaal tegen. Maar nee. jij weet ook, als tegenstander twee goals voor of drie. Drie, drie is comfortabel. Twee is, is iedere keer in je hoofd van: oh shit, jongen. Als die er een maken en nog tien minuten, ja. hoe gaan we het over. Zeker met wat er in de eerste helft is gebeurd. Dus een heel zonder afvallen was. Ja, ik vind dat hij eigenlijk redelijk onderschat wordt. Want hij heeft nu drie goals, vier assists, is eigenlijk meest betrokken bij uh, doelpunten in de eerste klasse. Plus, plus uh, die heeft zich op lat gekopt, hè? Uh, of of uh, ja, drie begin, keer lat zo, en één keer ja. paal. Uh, Ah, dus dat is uh... een beetje meer. Alleen dat drinkt, drink je natuurlijk ook af. Maar die had al meer goals kunnen hebben. Hm. Hey, jullie zeggen. Ah, je gaat niet slecht slapen. Na nou, deze week. Maar die match tegen Dortmund. Dat is wel een gigantische gemiste kans. Hè? Dat tegen Gent. Ja. Kan gebeuren. Accidenten, ja, parcours. Ja, dat duidelijk weten. Maar tegen ja. Dortmund. Dat is echt. Hey, als je zo speelt in eigen ja, huis. Eerste match in dus nu 5-1 ik... op Stuttgart. Ja, dat is, dus Dorp was dus aan het denken. Het was het moment hè? Exact, en je, je speelt zo'n zo match. Ook. Allee, het is, niet, het is niet dat je achteraf moet zeggen ja, het was het moment, maar we hebben niet goed gespeeld, nee. Daarom. Dus dat da is... Da, da is ja, je voelde wel ja. gewin die dat er daar twee keer scoorde. Ja. Beno ja. 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 Dat is wel dus, een beetje hetzelfde parcours als Sancho, want dat is ook een Engelse jongen die naar naar Dortmund is gegaan. Er was wel een paar al uh, ondertussen naar Dortmund zijn gegaan. Jonge dus, gast nog Ja. dat doet Dortmund goed hè? Dortmund, Do dat is supergoed, jonge gasten gaan halen. Je uit... dus zou net met de, top... yeah. de Europese topclubs niet uh, yeah. doorbreken. Bellingham, Haaland. Maar je hebt eigenlijk voorspeld vorige week. Hè? Je, hebt, je hebt gezegd, als Dortmund met 0-3 wint, is het de meest normale zaak van de wereld. En er was nog zoiets. Ja, nee, dus nee. Mooi, heb het niet mooi, mooi Ja, maar ik heb het niet voorspeld, want ik, had, ik dacht dit... dat het dan op een andere manier ging gebeuren. Dus. Ja. En er was nog iets dat je gezegd had, en dat kwam ook perfect uit... En scoort niet meer. Oh, was die, Pak die woorden terug. Ja. Van, die, uh, en, van die aanstand. Ja, er was nog iets waar Filip... Want inderdaad, ik was daar ook aan het denken, want jij zei vorige week van, uh. het kan zomaar dat dat 0-3 is en, en moet hij eigenlijk als Brugge eigenlijk... Dat nee, is, ja, ja, het is de logische zaak ter wereld. Filip ja, ja. had in de vorige podcast gezegd, als de, uh, over de wedstrijd, uh, Andert gink, als de flow van beide uh, ploegen wordt gerespecteerd, dan kan hij daar gewoon makkelijk 0-2 of 0-3 winnen. Uh. En uh, het werd 0-2. Nee, dat, is wel, dat is de eerste keer in mijn leven dat er twee zijn, want ik hou dien, niet van voorspellen Maar nadien heb je wel ingedekt. En, uh, <laughs> maar dat kan ook zomaar. Ja, maar ja. We, andrekt, oh. andrekt, dit dit Anlecht tegenwoordig kan ook zomaar uh, 1 of 2-0 winnen zonder goed te spelen. Is, heel zwak. <laughs> dus, ja. nou, dat is in de auto, heel zwak. Dan telt dat niet meer. <laughs> uh, Geven we Gent nu te weinig credits? Voor wat ze gedaan hebben? Want we zeggen de hele tijd, Club was zo goed. En ze hadden... Ze zijn doodlijk efficiënt geweest. Frank was ook wat geïrriteerd in het interview dat hem, ik weet niet Maar oké, je moet ook eerlijk zijn. Allee, ik vind wel dat je eerlijk moet zijn. Ze waren ook wel vrij eerlijk. Arnaud Vidarsson zei ook, ja, die eerste veertig. minuten, die kwam, die zijn de eerste ding was, ja, we hebben, we hebben Club van het Kasken naar de Muur gespeeld. Hè. Dat is wel tof. Maar nee, ik vind niet, ik vind niet dat we geen te weinig. Ik vind, die Indien maakt een fantastische goal. Heeft geen de manier, daar. Hè? De manier dat hij het draait, jong, <laughs> dat is toch top gedaan? Ja. Dat is een echte spits. En Gandelman, ja, dat is en een die fenomeen de vierde he? klasse uit het Engeland. Ja. MK Dons, dat is vroeger Wimbledon. Vind dat zijn. is toch een enorme stap. Daar komt van vandaan. Ja. Toen hij nog voetballer was. Toen hij nog die ploeg die een keer uh, tegen het Van Gaal van United, denk ik 4-1 won in de League Cup. Was dat niet met Delhi toen nog? Je daar door ik je denk dat Delhi met... daar speelde. Dat... Ja. Dus dat is lang geleden. Het maar... was 4-0 ja, nee, zelfs. Maar Gandelman, dat is toch niet normaal? Hmm. Want box-to-box, -box, ja, met akkoord, maar... Is een 4-0. was, was 4-0. en was Benica of, was on van on Van ja. Ja. <laughs> Nee, Gandelman inderdaad. Die staat ja, altijd op de juiste plaats. Die ja. komt. Nee, die komt op de juiste plaats. Ja, weet, inderdaad. Je, weet je wat, Pieter Gerkens ook heel vaak in zijn periode bij, bij STVV en Antwerpen. Dat echt klopt. echt altijd op de juiste momenten. Ja, maar deze is nog. Ja, ik vind ook. Ik heb ook nog het gevoel dat hij... Die, die straalt de rust uit aan de bal. Ja. Ja, in de, in de bal is het zeker tweede helft. Want je voelt dat dat Brugge komt. En als je dan de bal hebt, dan moet je hem bijhouden. En dat deed Gandelman op bepaalde momenten ook echt heel goed. Dus het is ook niet echt dat hem enkel er staat om die infiltraties te doen, maar in het spel... Ik vind... Ja, allee, die, die lijkt een beetje... Ja, ik wist dat je ging zeggen. <laughs> Sorry. <laughs> ik, wou, ik, wou, ik, wou, ik dacht voor ik mij dat ik zelf zelf over beginnen. Ik wou het ook niet zeggen. Maar dat is een compliment toch? Ja, absoluut. Alleen voor allebei. Nee. Ik, vind, ik vind dat... Soms, soms heb ik dat gevoel... Uh, jij zou ook in principe... Jij zou ook lager kunnen spelen, hè? Als Ik trainer ben in een ploeg en ik, ik heb u nodig daar, ja, dan, dan, praat, dan praat ik dat echt in uw koop van. Jij zijn met een acht en ik wil u ook van achteren. Ja, voor acht, dat. misschien maar zes toch? Nee, nee niet. zes niet. Ja. niet. Uitzeker lukt u van nature toch wel. Ik zie je dat vaak in toen als je een bal geeft, niet direct als een blinde vooruitspurt, maar zo even wachten en wel zien waar, ja. waar het is. Hè? In Westerlo hebben ze kunnen genieten van de VAR. Dat was echt duidelijk iets voor de liefhebbers van de VAR. Vier keer. Ja. Ik vond niet echt dat er een verkeerde beslissing nee, was. Gewoon, het was veel. Ja. Ik heb niet gezegd dat het verkeerd nee, was. Nee, maar gewoon... we zijn regelmatig negatief worden vaar En ik vond nu niet dat er. Wat alleen raar was bij de derde fase, denk ik, de scheidsrechter moest gaan kijken of het off was. Ja, maar dan gaat het dan over interpretatie. Ja, dat, ja, dat, dat, dat ja. is bij, ja. bij de hensbal toch? Uh, nee, het of, nee, was off Dat was afgekeurd, was hè? Ja, maar was op... de tweede keer. De tweede ja, keer ja, final, de tweede penalty penalty was hij ja. Ja. ja, maar ja. Rommes zet het blok. En eigenlijk doet Rommes deelt neem aan het spel. Dus dat vond ik correct. Het enige. Um, het, het, het schot van Sherry. Sherry. Ja, dus ik weet niet of dat hem echt 100% in de baan van het schot staat. Het probleem, nee, maar het probleem is omdat hij op het moment de keeper kijkt. Op het moment dat de bal komt, maakt hij zo'n sprongetje. Ja. Ja. Waardoor, waardoor het lijkt of hij meer aan het spel vindt ja. dan is. Als hij gewoon zou blijven staan, denk ik dat hij ja, meer discussies is. Maar ziet wel echt een bal ja. perfect ja. En, bal, en dat maar. is eigenlijk de regel. Hè. Als, als dus, uh, je mocht er bij wijze van spreken met 8 staan, maar als, als het als het vrij is en je moet daar niet opzij springen ook voor de bal, want ja. Maar het probleem is... Maar je moet, als je hem ziet vertrekken Hoe is het in principe... Hoe jij bepalen of hij ja, nee, ja. echt in, in de baan staat van het schot? Ik begreep dit wel. Ik, ja, ik begreep ja, het ook. ook. Ik no. vond alle beslissingen ja, goed no. die, die we gezien hebben. Ik vond, alleen, uh, ik vond alleen raar die, die penalty-fout van Lammers, dat de scheidsrechter dat niet meteen zag. Ja. Ja, bal, maar je ziet de bal eigenlijk wegspringen. Ja. En op de beelden zie je wel echt dat hij met zijn knie tegen de voet ja. van de speler tikt. Dus op de beelden was het heel duidelijk, maar live zou ik die misschien ook niet gefloten hebben. Ik vond, ik vond, we hebben laten zien, de, die goal van Frigan, hoe, hoe Van den Bos daar intuint. Ja, dat vond ik ook. Ja, dat, dat vond ik ook. Die Maar zei, zei, het zei, het het van de ja. En, je, en die je, weet, je weet dat, allez, je krijgt volgens mij toch altijd van elke speler een soort van analyse... Ja. Je weet dat hij, met nou, links stijf linksvoetig is. Links is. <laughs> stijf links. Dus die, dus die gaat niet... Allee, die, ga, die, mag, allee, dus ja, die mag... Ja, die mag. Je, je, je hebt hier vorig jaar een paar keer uh, naar rechts naar de goal zien trappen. Laat die maar trappen. Ja. Allee, dus ja. ik, ik snap dat dat ook niet. Maar dat is denk ik jullie enthousiasme. Ja, dat je ja, ja. Leggen, die en dat gaat een enorm teklok. leermoment zijn, denk ja. ik. Maar weet om het, op je benen te blijven Op het moment dat hij uh, rechts stopt, wat is gebeurd? We weten van, ah, ik had niet mogen ja, tackelen. Maar, ja, ja, ja. Ja. maar hij trapt het ja. wel goed trapt wel heel goed Ja, het trapt wel goed bolad bij die, alleen die mag niet binnen. Ja, tweede, ja Ik had het juist gevraagd, moet hij daar. Uh... En de eerste, Tobi, zo vrij. Want ik heb hem daar in Engeland te ja. dat is echt zijn, zijn een spot. Hè. Maar dan in Engeland hangen er drie mensen aan nu hè, op dat moment. Ik heb er ooit in thuis tegen Arsenal gemaakt, denk ik. Ja, dan, dan zo, hè. Ja. Maar nu gewoon, moet er zich alleen. Ja. En dat is jammer voor Westerlo, want die, ik vind wel, allee, wat Simons daar doet. Ja, het is dus het heel, dat was, heel leuk. leuk. En die Sayat Manesh was nu weer goed. Simons Simon was ook kwaad voor die, die winning goal. Ja, de fout ze daar maken. Eerst dat mm. dombalverlies. Ja. Dat ik totaal onnodig was inderdaad. Ja, om, om, ja, daar, ja, ja. Die vrije ja. trap daar toe te laten. Hè. Dat zei die... de vaak hè, op het einde. Dat is zo vaak. Als je gaat terugkijken van goals. Hè. Van, allez, we gaan nu een keer naar de echte fout kijken. Hè. Wat, wat, wat er eigenlijk simpel te vermijden was. Je vindt bijna altijd iets... In de tien seconden ervoor. Een slechte pas, een domme fout, inderdaad. Maar goede vertrouwensboost voor Antwerp met een derby volgende week. Bij de andere ploeg is het iets anders. Niet dat ze een vertrouwensboost nodig hebben om Van Beerschot te winnen op dit moment. Nee, maar blijf van de speciaal. Er zijn toch geen goksites die u meer geven als je zegt dat Antwerp wint van Beerschot? Daar kunnen we toch niet op winnen. Wat zou je nog kunnen winnen als je zegt dat Beerschot erin blijft? Nou oh ja, dan wel. Dan, dan denk ik dat je een eiland krijgt. Een huis, een, <laughs> ja, een, een huis. Maar oh, er is toch een vogel voor de kat nu. Hè? Ik ben nu ik ben gaan kijken, uh, omdat, ja, ik, kan daar, ik kan daar te voet naartoe of met de fiets naartoe, dus dat is heel makkelijk. En dan zie je ook, ik ben gaan kijken naar, naar Genk, naar Dender en nu naar, uh, naar sint truiden Ja, dat was, het, het, is een, het gaat altijd maar slechter. En, en echt, die Bovenlinde is de enige die ervoor zorgt oh, dat in die andere matchen dat er applaus was. Want dan, dan hadden de mensen het gevoel: ah, we kunnen er tegen dat ze niet goed genoeg zijn, maar wauw, ze hebben een, een kopper voorrecht En dat gevoel hadden ze nu niet, terwijl dat, dat wel is. Maar ja, de twijfel slaat in die ploeg. Dat net hij ook uitvalt, is echt zijn ramp. Hè. Ja, we hebben hem net gezien en ik had het erover. En hij zei zo je zou een scheurtje hebben in, een, in zijn vlies. En dat zou iets zijn. Dat heel snel zou kunnen over zijn, maar het zou ook weken kunnen aanslepen. Dus het, het valt echt nog af te wachten. In, in, wat in het vlies van uw hamstring? Ja. ja. Dus wat, wat uw spier omhult? Vlies. Dat weet Alleen. ik dus niet. Maar hij heeft mij het zo uitgelegd. Ah. Maar hij zei dus van, het kan, het kan dagen duren, maar het kan ook weken duren. Het vlies? Een bruggeling, hè? Memling, denk ik. Hans Memling. Nee? Het vlies? Hans Memling. Dus voor, de, voor de kunstkenners, ja, zeker. Maar, dan, die kijken er 90 minutes. Die, of luisteren, ja, sommige. Dat was Jan Steen. Dat ze, <laughs> de huis van Jan Steen, ik vond het een mooie, mooie verwijzing. Uh, maar dat ze net, <laughs> ja, net Verlinde kwijtgeraken is echt, ja. echt een gigantische ramp. Hè. Wie gaat er nu creëren bij Beerschot? Ze zo'n het op een andere manier moeten proberen. Nee, maar is dat is geen andere manier. Ja. En je zou toch eens moeten proberen. Ja, je moet, je moet inderdaad het, het wapen van, van Schouder en veranderen. Ik denk, denk dat je ook is... niet meer met twee middenwelders moet spelen. Ik denk dat je met drie moet gaan beginnen spelen. Je moet terug naar de basics, wat u net ook zei. Je zou terug naar de basics moeten. Ik vond dat Peter van den Bemt ook had geschreven op de site van Sports dat wel correct. Want de supporters van Beerschot zijn dan verhaal komen halen. Mm. Ze zijn blijkbaar in de mixzone terechtgekomen. Mm. En de kleedkamer, de kleedkamer. Raken, dat ze me. De kleedkamer zijn. Ja, bijna in de kleedkamer. Ja, maar wat ja. hadden ze verwacht? Die supporters. Hadden jullie verwacht dat het beter ging zijn? Nee. Ik denk niet dat iemand had gedacht dat Beerschot echt nee, veel punten zou ook... scoren. Dat is niks tegen, tegen die club, maar gewoon. Nee. Vorig jaar was het eigenlijk al een mirakel dat hij zijn gestegen. Maar dat is hè? ook de match die eraan komt tegen Antwerpen, weet je, dat, dat, dat speelt mee. Ik ben, ben zeker dat ze dat niet zouden gedaan hebben als ze naar Charleroi moesten. Ja, nee, ik denk dat dat nu wel eens uit de hand kan lopen. Ja, weekend. Ik zou allez, Eerlijk, als ik nu burgemeester van Antwerpen ben, ik verbied uit uitsupporters. Door de situatie, hè? En dat is zeer onpopulair, dat zal wel. En dat doet het dus niet voor de verkiezingen. Maar ik, ik denk, dat, dat, ik denk dat, dat als er ooit een maatregel is, dat is gewoon... Ja, er is, is, is het perfecte alibi om. Uh, om, om volledig, omdat de om frustratie om zo hoog zit, omdat het verschil. Het is geen wedstrijd niet meer. Het is. Het is dus nee. ook, ja, er is ook al zoveel, zoveel gel, gelachen en, en uh, ja. belachelijk gemaakt geweest. Van antwerpkant over beerschotkant. Ja, maar het de ideale gelegenheid, de situaties. Maar ik snap wel wat je wilt zeggen. Ik um, hoop dat er genoeg politie aanwezig zal zijn. Ja, maar ook ja, dat is... Hoe meer dat je zit, hoe meer dat je toch. ook Je kunt niet... niet hè. Nee, nee, nee. nee, maar de frustratie is te begrijpen. Hè, maar die ploeg is gewoon kwalitatief. Ja. En sterk genoeg, vrees ik. om ja, en, en, nee. te zeggen, maar dat is gewoon. Dus, dus dat bestuur heeft, heeft... Ja, heeft toch niet echt goed... Er is dan weer zo'n nieuwe sportief directeur. Maar dat is zo'n jobhopper eigenlijk. Hè. Dus die, die, Volgend jaar zit hij ergens anders. Die sheiks, ja, wat, wat, wat trekken die zich nog aan van Beerschot? Ik denk vooral dat dat is, hè, dat ze van, van, van bovenaf, van die sheik, of wie dat er bovenaf echt ja. voor het zeggen heeft, dat die te weinig middelen en uh, mogelijkheden hebben bes ter beschikking gesteld van, van nee. Beerschot of van de mensen die daar in charge zijn. Omdat, ja, en ja, ik denk ook wel, maar daar moeten jullie niet op antwoorden, maar dat vind ik dan wel, als ik daar naar zit te kijken, en dat is niet die jongens een fout, maar ik denk wel van, ja jongens, maar gulver, allez, Er zijn er echt gewoon veel die niet in eerste klasse thuis horen, hè? En, ze, en ook niet het contract moeten hebben dat ze hebben. Hè. Nou, het was nu 0-3, maar zonder Shinten is daar. Ja, die pakt een paar. 0-5, 0-6. Ah, goede ballen uitgehouden. Hè? Ja, die ja, koppel die neer was fenomenaal. Die is er pas tegen jullie toch in? Tegen de match is ja. er ja, iemand ja, anders ja, in de voorstelling. Ja, de ja daarvoor het daarvoor. Niet, absoluut. Daarvoor was het daarvoor nou, die ja, echt een die... supergoed match. Hè? Ja. ja, maar dat komt eigenlijk niet over als je er drie bent Nee, nee, nee. Dat is nee. Wat ik maar, maar, als je maar, die keel nog had bekeken. Misschien kan je ja, nee, is ik maar die samenvatting nog eens het Is dat dingen? heel moeilijk om je zo'n match te tonen? Of misschien net makkelijker. Die werd ook verkozen tot man van kieper de match. Dan dan, denk ik, dat het makkelijker is, hè? Ja. Ja. Je werd verkozen tot man van de match. Dus als je verliest 0-3 en je wordt verkozen tot oh, man ja. van de match. ja want er ja. waren ook spelers van Sint-Truiden bij. Nee, nee. Die dat konden zijn of van Beerschot uit. Ja, ik vermoed enkel van Sint-Truiden, maar ja nee, enkel, enkel van, van beeschot Enkel van Beerschot of, of was man. het van, van de 22? Nee, gewoon, bedoelde man, man van de match toch maar één iemand Ja, ja, <laughs> ja, 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 maar het zou kunnen dat door de supporters van Beerschot... Nee, 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 door de, de Juplag Pro ja, of door ah, ja, of ja, de verschillende instellingen. Ja, die negen ja, was goed, de goed de ook die Mbrahimi, die kan echt shotten. Echt die maakte vorige week ook al een mooie goal. Ja. Die kan echt, die heeft twee jaar geleden een uh, goal van het seizoen in Frankrijk gemaakt met Nice. Hé, hey, hoe komt die ook zo? Ja, ik wou dat net vragen. Hij heeft met ook wel goed gestart, zes op zes. Maar ja, volgende zondag gaat het inderdaad heel, heel warm worden. Ja. Is het verschil misschien ook niet dat er de andere ploegen zijn... Dender is goed begonnen, Sint-Truiden nu zes op zes, mede door die match tegen hun. Er is geen andere ploeg die echt zo hard vol over de kat is op dit moment. Nee, Als je en, misschien met drie ploegen zei die 1, 2 en drie dus punten toch, hebben, dan lijkt eerlijk, het minder erg, toch? Ik denk de voorbije tien jaar... Ik heb, ik heb geen zwakkere ploeg gezien. In eerste plaats? Nee. Ik zie, zie Dender op Genk... Er waren twee, drie aanvallen die echt wel, echt wel Bij de 2-0. na de 2-0. Het was, de match de was gespeeld, allemaal akkoord, maar die hebben, zie je, mij bezig, niet. Maar we hebben natuurlijk heb dus ook nog over gehad. Heeft het dan nut om de coach te ontslaan, of gaat dat daar ja. niks uit maken? Gaat niks uit. Ga u alleen maar geld kosten eigenlijk? Ja, het gaat heel ja, veel maar welke geld. Coach, ja, welke net. coach, welke coach kunnen betalen die dat gaat komen, die dat? Het, ja, het zou enkel de coach zijn, het en zou ook blijven de assistenten De assistenten, zijn. je moet hem ook nog uitbetalen, hè? drie jaar blijkbaar. Ja. En de assistenten blijkbaar ook, want die zou, het zou ook mee in zijn contract zijn dat de assistenten hmm. er ook mee uitbetalen. Oké, okay, wat op, wat op, dat zijn recht. Hè? Heel doe goed, gedaan. Op, doe Heel goed, gedaan. Heel goed gedaan. Kan je beter gewoon voortdoen. Maar ik denk nog steeds, in het systeem dat er nu is, in die playdowns die jij vorige week hebt gespeeld dan, dat, uh, dat, het nooit, dat het nooit voorbij is. Allee, ik wil zeggen... Je nee, nee. hebt ook gezien wat er in de kort, Kortrijk vorig jaar is gebeurd. Die hebben <laughs> ook pas vanaf een paar weken voor de winter het omgedraaid. Maar je moet wel punten dat is dat, is dat pakken. Er, maar er zaten er wel al veel al meer in al dan al bij dit beestje toch? Ja, ik weet wel, maar. Want in de playoffs worden de punten niet gedeeld. hè? Uh, nee, nee gespeeld, ja, <laughs> ja, dat wordt niet Je heb dat al twee keer gezegd, maar dat ligt achter ons. Dit jaar niet. Je hebt die heel goed gespeeld. Ja. Ik was je zeggen, het gaat allemaal goed en dan gaan we daar terug op beginnen. <laughs> dat, maar heb dat was de start markt. van iets. Ja, ik ik zou dus nog zeggen, de punten worden daar niet gedeeld, dus je moet nu wel echt de punten pakken. Want. Je zou ja. nog kunnen denken, zoals in de play-offs, de punten worden gedeeld, dan moeten we dan pas punten beginnen pakken. En wat je heel vaak toch ziet, is dat een ploeg die zo, en die je eigenlijk al opgeeft, en dan op de een of andere manier wordt die kloof toch ergens gedicht. Nou, nou wel. Een Speeldag 25, maar ik heb dat gevoel niet nu. Nee, ik ook niet. Bij Beerschot. Uh, nog twee matchen uit de Jupiler Pro League waar ik het even over wil hebben voor het buitenland. Gaan. KV Mechelen-Cerkelbrugge. 2-0 en ja, het moment dat mij vooral bij is gebleven is Dan Foulon. Dat was even heel grellig. Ja. zag er even heel, uh, heel eng uit. Ja. Ik weet niet of iemand weet of het daar nu... Het is een uh, zware hersenschudding. Had ik uh, ja, vanmorgen gelezen en, op de website het van Spoorzorg. Ik heb een berichtje gestuurd direct en hij wist, hij wist niks meer van zijn goal. Nee, je ja, zei dat, echt dat. Hem echt, Hij wist echt absoluut niet meer hoe dat gebeurd was. Hij heeft ook naar nacht in het ziekenhuis gelegen. zag er echt vies uit als je die zag liggen. Ja. Ook voor die Warlison. Oké, okay, dat was niet het hoofd. Maar die mensen waren boos op Warlison. Ja, die... ja, maar daar niet. gebeurde toch iets van. Ja, oh, veel ja, ja, nee, was... was... en hij duwt nee, hey. was, was die weg. Die Warlison is aan het rollen en die rolt ongeluk op. Ja, op. En een, ja, ja. En ze willen van hem afduren ah, ja, okay. en dan komen ze zo uh... Maar die Warlison had ook. Hey, dat, is, dat was toch. Wat? Is hij op zijn buikspin of op zijn midden? een beer? moet toch niet schoelen? Dat is echt een beer. Als er iemand met zijn kop zo komt ingevlogen. Nee, ja, dat kan zeker zeer gedaan bro. Heb je die, die goal gezien van... Uh, ja, dat is nu wel even... Uh, Premier League, Aston Villa. Ik heb de match gezien. Oh. Die een bal van Tielemans aan de tweede paal. Ja. Die komt ook ingevlogen. Ja. Die en pakt die, die buiten ja, die Die zeggen. kijkt zelfs niet naar de bal. Die, die, die is niet aan het kijken naar de goal. Op het moment dat is dus gewoon boem. En, en al ben ik dood, jong. Hij zit binnen. En die vliegt ook naar op die Ja, lang. geweldige ballen. Ik was daar nog over aan het denken over de tijd. Want we zien regelmatig zo'n filmpjes van verdedigers die hun leven geven om een aanval te stoppen of, of een bal van de lijn te halen dat die tegen de paal duiken maar eigenlijk als aanvallende speler gebeurt dat minder nee, doe je job één naam nou. volgens mij op de Rangers om die, de goal te maken geeft je een gebeurtenis bedoel die, die, dat. Die, dat die met zijn benen open dat hij op, op die paal ja die heb ik ik gezien. zweer u Ik kind dat voor de geest halen hey, dat, dat was, dat was allee. Dat, allee, ja veel pijnlijker dan dat is het nooit <laughs> geweest daar moet ik een op opzoeken. dan. Dat, dat, die goal, die goal trilde. Doe een hè? foto van Gilles. Dus hij foto trapt foto hem binnen ja, en hij kijkt door op de nee, paal? Nee, ik denk dat, niet dat hij hem binnentrapt. Dubbel erg. Hij mist, denk ik, en hij komt eigenlijk door. Oh. Het enige positieve ding bij Voelong is dat hij hem binnen gaat. Ja, oh, oh, hij, dat echt. is wel super positief. Ja? Ja, goed, we. oh, ja, Hier op beeld oh, hebben we echt, hoe echt. dat doe echt. je Chop. tegen Rangers, tegen de dat vliegt. Oh, als ik het terug zie. Nee, <laughs> uh, Standaard Union. Of willen jullie nog iets zeggen over Circle of uh, KV Mechelen? Want ik ben er eigenlijk snel doorgegaan. <laughs> ik, vond, ik vind wel KV Mechelen, de Roma, ik even Hazi noemde. Die blijven wel herkenbaar voetbalspelen. En dat lukt niet altijd, maar op zich is dat wel mooi voetbal. Storm had een geweldige actie, waarbij dat hem, die spelers op zich die een bal buiten kan terecht stikt naar, naar Schoofs die daar niet uithaalt. En die aanval liep was spaak. Maar de eerste helft was echt een giga verschil, was Cerkelen. Boom, en Mechelen die dan begonnen uit, uit voetbal. Ik vind dat het wat het sterk lijkt is het was wel nog lastig. Hmm. En je ziet toch ook weer zo hetzelfde. wat dat hij bracht toen hij er net in kwam met Foulon en Flukken, hoeveel ja. ruimte had hij kunnen vinden op die flank. En vlukken die blijft wel staan, hè? dat was zo... ja. ja, alleen. Dus ja, dus doe vaak hetzelfde, maar het werkt wel. Ja. En een geweldige op die, ja, die. Buitenkant goal, ook soms? Hè? Ja, een geweldige op die goal van Foulon. Een ja. beetje steukersachtig soms. Ook zo naar binnen komen de ja, gaan, maar, maar zonder rust. Ja, Snap je wat ik bedoel? Ja, het, ik, het, wel dezelfde. Ah, hoe moet ik het zeggen? Inessa? In die, die hoopt dat hem uh, in de voorstuk zit van, uh, van de nationale ploeg van Duitsland. Hè. Dat hij toch gezegd dat ze hem hier aankomen en na zijn eerste wedstrijd zijn? dat hem droomde van maar de. de had ja. ja. Maar dat is ja. ook een verkeerd moment om zo'n dingen te <laughs> ja. zeggen. Nee, ja, maar het is nog een verkeerde moment als je nul assists hebt na 28 manche. Ja, maar dan gaat hij in de hype mee. Je hebt ja, ja, ja. drie assists en je denkt van. Ja, maar dan dat, dan was assist, dat was niet normaal. assist, die assists was niet normaal. Dat was, dat was top. op Esterlo. Maar. Ik snap wat je wil zeggen, maar, maar dat is zo'n zo basis ja, minder... die nooit overzicht ja, heeft, heb ik het gevoel. Terwijl, het dan wel, terwijl bij Stukers is overzicht. En en de, ik denk, als je ze mengt en, de, en die niet bij Duitsland meedoet. Ja. <laughs> uh, Standaard Union vrijdag 0-0. Union heeft nu niet meer gescoord sinds 16 augustus. Wanneer gaat de druk op Pocong Poc er echt helemaal komen of is die er al? Ja. Ik heb je druk op hem of op de spitsen ook? Ja, ik Wat vind voorin... Ik heb niet het gevoel dat Union een ploeg is die rap uh, coach gaat ontslaan. Dat denk ik nu niet. het is het ook geluk al... is dat de punten staan allemaal heel dicht op elkaar nog. En dus die naar achter staan. En de momenten. Hebt. Allee, op Antwerpen vond, vond ik ook wel weer herkenbaar. Thuis tegen Anderlicht. Betere ploeg met echt Union-voetbal. En je mocht ook geven te spelen op Anderlicht, denk ik, twee weken geleden. Is Kozemans man van de match. Dit weekend, Apollo met ja. kop- en schoudersman van de match. Ben wel benieuwd als ze nu zo Europees gaan beginnen spelen, of dat, ze, of dat hun kern dat kan dragen, want ze... Ik vond die Ivanovic toch die idee wel af en toe. op Antwerpen vond ik dat ook al niet verkeerd. Alleen hij is niet... Hij lijkt me niet snel, of ben ik er mis? Alleen, toen zo'n spits die niet snel is, dan... Ja... Uh, Burgess? Dat hij daar geen kaart krijgt? Dat is onbegrijpelijk. Ja, dat is, ja, dat is typisch onbegrijpelijk die, Op die een of andere manier komt hij met drie keer zoveel weg als andere spelers, toch? Ook dit weer. Ik, ik snap dat ook niet, dat je daar als FAR niet... Nie, uiteindelijk was die door. Hè. En als je Jammer natuurlijk rood, op het einde het beeld stilzet, ja, maar hij je dan vier seconden vast... Ja, het zou wel zijn dat ze dan terugkomen. Maar het referee department heeft erover gesproken. Ah, ja. en? Dat het rood ja, was? Ja, dat het een menselijke vergissing was. Ik vind ook al dat die speech... Die doe ook iets enormous... te veel zijn best om recht te blijven. Dat zei die... Dat zei... Wie zit... oh, dat dat Lardo is het? Dat denk je? Lardo zei dat ook. Dat is toch erg? Dat we dat, je dat niet belonen. Ja... Dat moet je toch nooit zeggen als ref? Nee, dat we, hij zei dat we de fair play eigenlijk niet belonen. Om dat jammer, dat ja. dubbel jammer is. Ja, ja omdat okay. je, omdat nee, 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 dat moet je wel is. zeggen. Dat moet dat absoluut Want zeggen. hij zei het, wat dat u nu zei, van de Spits doet echt moeite om ja. recht te blijven. Ja. En daardoor zei van, ja, de Spits doet moeite, dus we belonen de fair play eigenlijk niet, ja. om super, toch nog de ronde te gaan. Super goed gezegd te Ja, maar ik vind dat heel... Ik vind dat dom is misschien veel zegt, maar ik vind dat niet verstandig van die... Dom? Ik vind het niet verstandig van die speech. Dom dus. Nee, want ik, ik ergens begrijp ik het, maar je wilt gaan en je wilt. Je wilt maar ja. als je de situatie en de fase rondom je herkent, dan weet je: van kijk, ik kan hier mijn rode kaart of mijn te gaan ja, liggen ja, ja. meer uithalen dan misschien de fase op zich. Ja, maar maar ik het was fout. He, het is ik een... perceer dat eigenlijk net meer dat hij gewoon doorgaat. Ja, ik Ook. Als de scheidsrechter zijn job doet, dan. Voilà. Jij moet ja, maar is dat, die, is dat ja. wel zo goed? Die zie je wel achteraf. Ja, ja, ja dat ik weet wel het, wel maar waar. dat ligt meer dan de onkunde van de scheidsrechter. Ja, maar op dit, dat is de eerste keer. Ja. Overigens, uh, jullie goede vriend en fijne mens Berger Verstraaten was niet te spreken over alarts. Nee, inderdaad. Nee, nee, nee. <laughs> We hadden die hier vorige ja, week. Ik heb het gehoord. gehoord. <laughs> ja. was het, hij, fluit, hij fluit alles buiten wat hij moet fluiten. Hij was wel man van de match, Berger. Hij was een racist. Van zijn interview ook goed. Uh, ja, ja. We waren 60 minuten op de deur aan te kloppen. Ja, <laughs> maar echt echt het vlot. Maar, maar is dat van Beveren of zo? Van die nee, nee, is van zijn een nee, ja. Dat hoorde toch super aan. Ah, nee, ik vind dat niet. Ik, ik hoorde dat Allee. niet. Zo Allee, vrienden. Nee, echt. Nee, echt. Dit is als je, je, je ik ja, ja, kan zijn. Nee, dat vind ik niet. Allee, jong. Vroeger wel, maar nu weet ik het. Maar nu heb ik het. Zoals hij nu sprak. Maar ja, ik hoorde daar het zo. in. Zullen we aan de speed dat interview nog eens opzetten? Ja, ik zal mis zeggen, ja, als jullie alle vier zeggen, maar ik had echt... Ja, ook omdat wij hem in het echte leven kennen en die letter echt in een seconde <laughs> nee, op hoe dat hem praat. Nee, die ligt er niet van wakker. Uh -huh. Dat was toch nog zo, nee, die, 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 die dingen. Uh, van Damme. Ja, ja das, das dat is bevers. Ja, dat, dat, was, dat ja. was onwaarschijnlijk. Ja. Standaard, valt daar nog iets over te zeggen? Want die voetballen eigenlijk niet veel. In de, nee, de, nee, de okay. andere top zes hebben we zes clean sheets in acht matchen. Is... Heeft, ik vind dat ik, het helpt hè, dat, je, dat je van niks komt. Maar ja, je kunt Leko niks verwijten toch op dit ik moment. Was, nee, dat is positief eigenlijk. Ik ja. ja, heb het gevoel dat we daar net onder de top Ze Dat is inderdaad wel marge op zitten. Je ja. zal bouwen toch? Ja, want het, het, het offensief kan het eigenlijk alleen ook maar beteren. En offensief staat er iets waar dat je dat kunt op verder bouwen. Uh, al vraag ik me wel af, echt in top rijden, Ja, dat denk ik. Dat dan, uh... kwaliteit is nog altijd te weinig. Ja, ja maar ze hebben echt al een defensie staan ze. En die mogen ze zetten van de drie wie ze willen. Dat is precies altijd stabiel. Ja. De match tot nu toe, hè, inderdaad. Als ze tegen de echte topclubs. Maar op deze moment is het gewoon heel moeilijk om tegen Sennar te scoren. Nog maar drie hè? Vier mm. gemaakt, drie tegen. Natuurlijk, te, te, ook wel de keeper doet het op deze <laughs> moment ook wel echt. Uh... Nee, stop. Kom maar een abonnement. hè. Vier gemaakt, drie tegen. <laughs> ja. Schoonheidsprijs gaan ze daar niet winnen. Nee, Zo maar dat ik snap het duidelijk. duidelijk. En vooral omdat, omdat we ook allemaal weten wat Leco wel kan met een ploeg die. Dat speelt bij mij ook uh, constant. Ja, en ik, dat, dat kan niet dat je jezelf helemaal verloochent. dat komt wel. Maar, die, maar heeft, die heeft dat vorig jaar geprobeerd. Die heeft, heeft zoiets gezegd, na vorig jaar, ja. ik ga maar hier in twee jaar op nee. ja, belachelijk maken nee, en, voilà, en ja. uh, mijn kop uitsteken voor heel, uh, ja. iedereen en alles. Hij heeft, hij heeft alles geprobeerd, hè? al voetballend. En hij is zo ontkokeld geweest in bepaalde ja. jongens ook. Ik, vind, ik begrijp dat En wel. ik vind het wel slim dat hij daarna nog offensief, ten het einde van de, van de transferperiode, nog twee echt ja. offensieve krachten heeft bijgehaald waar je van nou, denkt, binnen dit en een aantal maanden... Waardoor dat je een match, gelijk als die op Dender, wint. Mm -hmm. Maar niet thuis tegen Union. Ja. Uh, voor we naar het buitenland gaan. Gilles, heb je eigenlijk een dilemma? Ik uh, heb een dilemma, inderdaad. Dat ja. net als uh, ergens een psycholoog. Maar <laughs> is hij is de laatste minuut opgeroepen. Ja, ik ben net, uh, dus... ja, ik ben net uh, drie minuten aan het scrollen geweest op zoek naar een dilemma. <laughs> time, uh, timing. Iemand vroeg mij wie was de, tweede beste, Ay, wie was de beste tweede spits die de Rode hebben gehad Achter Lukaku? Was dat voor jullie Prime Batshuayi of Prime Benteke? Of misschien zelfs iemand anders? Of maar die... die heeft het hoogste gepiekt als tweede spits. In, in die tijdsperiode. Of Origi? Of Origi, maar ook. Of Jelle Vossen heeft ook eigenlijk een tijdje nog Denk op een... derde spits ik geweest. Benteke is nooit voor mij tweede spits geweest achter Lukaku. Die was eerste spits, die was dan gepensioneerd. En dan, weg. En en dan Lukaku... derde. Ja, Voor mij ook Benteke. Maar is die ooit ook... echt tweede spits achter Lukaku geweest? Nee. Nee, hij was in de kwalificatie na 2014. Ja, dat was mogelijk. hij de eerste spits. Dan maar ik je als je nu ja. dus zou ja. zeggen: wie, eh, Lukaku is onze categorie, ja. wie is van al die anderen de, de, de man opinde, die je, die je zou willen dat hij hem vervangt als hij uitvalt? Dan kom, kom ik toch bij benteken Ja, dat is, ik neig ook meer naar benteken Dan moet ik zeggen: Batshuayi. Batshuayi is een positie. Die heeft wel echt neem neem een hele gehad. Eigenlijk. Die heeft echt een periode gehad dat hij als tweede ik denk, bij Valencia. Ik denk, ik als denk bij jou, omdat je niet zo veel van Benteke. Klopt. Hey, die kon combineren. Er konden die, ballen ja, op. Ja, die, die had, zo, had zo geen zwak punt nee. voor... die kwalificatie naar Brazilië ja. was die fantastisch. Wat ja, is... ik er altijd geweldig aan vond, die, die kreeg een lange bal en die was aan het kijken. Echt, hè. Die zo om zich heen en die legde die mee. Die ja. Azar speelde doodgraag ben, met Benteke. Het beste hè? verschil is... Denk en de die, Bryan, ook, hè. De prime Benteke was twee, drie jaar echt... Vier jaar top ja. in Premier League, Batshuayi heeft dat nooit gehaald. Nee. Nee, maar bij de duivels denk ik dat Origi degene is op grote toernooien, die, dat is de enige die iets heeft laten zien op grote toernooien. Echt. Van allemaal. In Brazilië ja. heeft hij effectief iets gedaan, voor de rest was het Lukaku. Hè. Ja, oké, okay, maar dat, dat is dan ook meer toeval. Lukaku. Daarom wil ik hem... Allee, ik dacht net op dat moment, daarom wil ik hem ook niet... Ook, zijn, zijn val is te, te giga geweest. Van Origi? Ja. Dat is gek. Dat en ik snap dat niet, want die jongen, ik is... weet dat Gert Vrij was daar. Ja, toen die kwam, zei hij, oh, dat is een prof, toffe goed ja. Dus wat is er? Moussa zei ook, uh, Moussa Dembele. Iedereen zegt altijd dat Moussa Dembele de beste speler is waarmee ze hebben gespeeld. En we hebben eens aan Moussa gevraagd en die zei, ja, Origi is echt... Ik, uh, ik heb er heel mijn jeugd... in national... Op training zo fenomenaal. Ik heb er heel mijn jeugd in national ploeg mee gespeeld. En ik op een bepaald moment, als ik 15 was, gezegd... Die staat om ooit de gouden bal te winnen. <laughs> Oprecht. Echt. Je ziet, er zijn mensen die slechte voorspellingen hebben. <laughs> maar omdat hij echt, die had alles, nee, nee, zo, die nee, heeft kolom, alles kolom, heel nee. snel, technisch. Ja, maar ik denk dat hij een beetje het slachtoffer is geworden ook van die hype die, die ze rond hem hebben gecreëerd in 2014. Ze hebben hem echt, ge, ja, hij was. Ja, dat was hij wordt 18-jarig, 18 hij wordt ineens. Liverpool. Ja. En hij heeft wel. Okay, hij heeft wel Firmino, Mané en... Hij heeft wel in Liverpool gespeeld, waar dat, echt, dat was top 3, ja. top 5 van de wereld. Er zijn weinig grote duivels die meer Iconische momenten hebben gehad ook. dan Origi. Het zijn ja. momenten, hè? Dus je moet ja, zijn, waar, zijn carrière waar, niet onderschatten. maar... Die match tegen Barça, alleen waar hij Champions League finale gescoord. Ook? Yeah. In die derby. Was tegen United of tegen City ook eens een paar keer? Die, ook een paar keer in de derby tegen Everton gescoord. Ja, tegen Everton, of? Everton, Everton of? die op de, op de lat, ja. op de lat ja. Ja. viel. Ja. Dat, was, dat was echt, dat was de zotste goal. heeft momenten gehad met de Ronald ja. en ook in Brazilië. Hij heeft ook dat moment gehad. En dat is een heel goede voetballer. Maar ik durf wel zeggen dat hij niet alles uit zijn carrière heeft gehaald, dat durf ik wel zeggen. Nee, uiteraard, het niet, maar het talent. vreemde is dat, dat iedereen hem net als een heel goede prof zag in het begin. Maar het moet ook niet liggen aan uw, aan uw mentaliteit of aan uw werketikers. Nee, als je mogelijk... een toptalent zet waarvan een voetbalkenner zegt: op zijn vijftien al gouden bal, oké, okay, kleine, <laughs> kleine hyperbol, maar toch. Ik en en hij heeft een goede werkethiek. Wat, wat is het dan? Ja, Filip, ik dacht op mijn vijfde denk ik hem ook nog kom. Ja, <laughs> maar uh, um, ik dacht ja, wel ja tot mijn twaalf. Het kan ook een beetje het, het gelukkige ongeluk zijn. Misschien, ja, misschien was hij wel blij met zijn statuut bij Liverpool. En ja? Misschien ja, niet iedereen is gemaakt om ook een startende spits te zijn. Dat is ook iets helemaal anders. Met voor een bepaalde, bepaalde, bepaalde druk. invallen is wel een korte Hij heeft ook al wat gesukkeld die... met blessures blessures. En, en hij zit nu in de BKR van Milaan. Ja, bij, ja. De en dat dus is zijn laatste contractjaar. Nee, die heeft een contract van nog drie of vier jaar lopen. Nog, nog, heeft... nog, nog twee, denk ik. Ah, nee, nog twee? Nog twee. want ah, ja, hij is er al eentje uitgeleend, dan moet ja, ja. hij een voorsporen. Nog twee, want ik, hij zit toevallig bij dezelfde makelaar als mij, dus ik kent zijn situatie. Hij mocht, zelfs niet, allee, hij mocht niet meer meetrainen bij AC Blaan, maar hij wou ook niet meetrainen met de belofte. Dus hij traint individueel. Dus ja, dat is echt... Schrijnend. Ja, dat is... Zeker als we dat nu nog een half jaar moeten, of een jaar, dan voor dan een de... nieuwe uitdaging dus Maar is, het is dat dan niet toch? mogelijk dat hier... Nee, dat hier een Belgische ploeg zegt... Deze ploeg deze maar Milan heeft uh, te veel geld gevraagd. Ik denk zowel sportief als financieel dat dat uitgesloten is. Ik denk ja. vooral financieel. Maar ja, de, de andere ploegen gaan het ook niet meer doen, hè? Ja, het zal, zal het Midden-Oosten worden, hè. Ja, dus hè. Spijtig toch. Hoe oud ja, is hem je? nu? Even dat is mij al, 29. 95. Nog hm. altijd maar 29, hè. Ja. En wat een atleet, hè, man. Goed, buitenland. Man City Arsenal. Flip heeft het perfect beschreven, um, even boeiend als het spuuglelijk is. Hmm. Dat vat die match echt hmm. heel goed samen, vooral de tweede helft. Ja, ja, ja vooral de tweede helft, maar ik vond het superboeiend. En tegelijk is voetbal daar niet voor gemaakt. Maar ja, je, je zat daar wel en je had het besef van, wow, dit is iets wat het normale overstijgt. En, en door wat er gebeurt maar ook door de, door de haat door de eindelijk terug. Want het is, het he? is echt een rivaliteit hè. Nu, elkaar, nu ja. sinds nu ja, sinds nu ze vinden elkaar echt niet top. Nu hè? is het voorbij. De, de, de van ja en Guardiola heeft door dit jaar bij Arsenal gaan we na die 5-0 en je gaan zo'n paella eten samen. Het is voorbij. Ja, ik denk dat die twee misschien nog wel nou, vriendelijk is, zijn ook, tegen elkaar, ook, maar, ja. maar ik denk dat half zijn reactie net van niet. De, Adel, de begroeting... De match, het voilà, op zich geeft ja. mij de indruk dat, dat Arteta toch... En de begroeting vooraf was veel hartelijker dan die achteraf. Ja, dat is ook, ook logisch. Hè? Ja, ja maar... maar ik vind dat niet eerlijk. Ik vind dat, niet, dat, ik vind dat, goed. Wel... Ja. dat goed. Dat is goed. Je staat toch op te wachten. Tuurlijk. Dat, 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 dat is het enige wat je misschien nog kon zeggen van Liverpool City. Die dynamiek... Dat was te dat was, dat was top. En de wedstrijd... is Misschien de beste wedstrijd ooit, maar ik miste daar soms nog het een klein venijn. beetje benijn ja. of haat naar elkaar toe. Ja, en dat, 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 is, dat is heel... Fout om dat te zeggen in de wereld waar alles liever moet en alles. Maar het, het sport gedijd bij gigarivaliteit en, en voetbal zeker. En, en NBA, allez, sorry, wat zijn de grote verhalen? Wat zijn de dynastieën? Dat is altijd ten opzichte van iemand anders. Het is leuk zijn als we elkaar niet tof vinden? Tuurlijk. En ik denk dat, tuurlijk, ik denk dat in dat, alle sporten. Ik kan me halen dan bijvoorbeeld met die goal doen, die een bal goal, dat, dat dat super is en dat dat extra. Brandstof is voor Arsenal ook... Dat is een tegen. iconisch moment. Ja, dat is dat echt is... hilarisch ook. is toch rood? Nee joh, kom op. Ik vind ah, dat ook rood, rood, maar, maar, ook maar ik, ik... Nee jongen, kom Als vind je, je dat da rood? Tuurlijk. Ik? Allee. Ik, ik, ik denk, als je dat doet... Nee. Geel vind ik als wel. Je, als, je, als je gaat ingooien en je gooit een bal tegen iemand anders zijn hoofd. Ja, dat is wat Burgess he? Het spel is stil. Is ja. nee, dat is wat Burgess deed. Nee, maar ik vind het hetzelfde als wat er tussen Jansen en... keeper van den Joh. Maurice. 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 Maurice gebeurde, je daar, daar, kunt daar geel voor geven, maar toch geen rood. Maar die, maar dat is toch niet hetzelfde? Ja, oké, ja, omdat het op zijn hoofd is. Maar als hij hem hard ja, gooit, als hij hart gooit maar kan dat ik ermee ingaan. Dat maar is dat het is ook zo'n moment dat hij dat truiken over zijn kop heeft. Die, 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 die heeft pas s'avonds gezien dat, ja, dat ja, ja. hij <laughs> en, en Het is ook duidelijk Banter. Nee, want dus hij heeft hem een interview gegeven, want we zien elkaar wel in de terugmatch. Jawel, maar ik vind dat dat moet. Je zou het misschien begrijpen, moesten ze rood vergeven, maar ik zou het zo jammer vinden, want ik dat dat vind dat het er ergens bij hoort. Het is ja. goed dat het geen rood was, dat ja. Ja, ben ik ook. Het zou te veel aandacht gekregen hebben, dan is nu juist goed genoeg voor de aandacht. Als dat is, ook rood is, denk ik dat je er vier moet geven in die hele match. Dan moet je in die allereerste fout... Maar dat is waar, uh, waar dat, dat, op is dat los op van voetbal. Ja, maar wat... Een tackle als voetbal. Havert, dit is los van voetbal. Ja, dit, zijn dit is, blokken dit op is Uitlachen, dit is uh, ja, uiteindelijk Kinderen. een beetje natrap. Je mag pijn niet toch, of niet? Ja, wow. maar ik moet ja. met Allee, de die, die, ik, ik denk nu wel dat die Gabriel die kunt op zijn kop niet te veel pijn. Nee, dus. En ik bedoel niet van slim of dom, hè, maar bedoel die, is, die kopt wat hij allemaal doet met zijn hoofd, <laughs> die, die heeft niet veel pijn Ik Ik ook niet die dat hij dat heel hard gevoeld gaat. Je wist dat ja. niet. Als je een bal van de krachtkant van je hoofd hebt. Dan, We had die discussie erover. en Ik denk dat Dan zei van ja, ik begrijp niet om met die dat doet, dat is toch nodig. En ik zei van, ja, ik kan me ergens zo voorstellen dat die Haaland heel de wedstrijd wordt aangepakt en ja. lastig gevallen. En dat die zoiets heeft van en een half uur aan een stuk dat die tegen een muur aan het vechten zijn, Dat die alles aan het wegtrappen is. Dat die dan scoren. En die krijgen ook geen bal die nee, hij dat, wou dat hebben. Dat hij echt he, want, gefrustreerd loopt. Bijna meer, van, oh, wel, hier. bijna meer gefrustreerd in wat City aan het was dan in wat Arsenal deed. Ja. Dat denk ik wel. Ik want we hebben, we hebben Guardiola in, in, in zijn allerpuurste vorm gezien he, nu. Guardiola is nu. Voor mij is hem iets tegengekomen waar, waar, waar hij geen rekening mee had gehouden en waar hij volgens mij. Ik had, ik had verwacht dat hij, dat hij een coup genie ging doen. En dat, dat is een, hij heeft het niet gedaan. En dat houdt in? Uh, dat houdt in ervoor zorgen dat je, dat je aan, aan de gordel die continu de bal had. Ik had, die zelfs, ik had gedacht: van nu gaat hem zo omdraaien. Okay. Snap je? Nu gooit hij zijn, zijn verdedigers yeah. voor en de shotters komen daar. Arsenal kwam niet. Het was voorbij. Dus ik, ik, dat bleef duren. Hè? Ja, ik zag de, de statistiek dat Arsenal in de tweede helft maar twee passen op de helft van City heeft gegeven. Ja, ja dat, tegenover 101 of zo. dat is die statistiek van, van Timber en van Havertz. Ja. Geen enkele pas aangekomen. Er zijn de eerste zes twee spelers ooit in de Premier League Over die... 90 minuten. Ja, 90 minuten. De maar... eerste twee spelers ooit die maar... 90 minuten gespeeld hebben en geen enkele pas hebben laten aankomen. Maar ik mag daarbij zeggen, ik vond Timber goed spelen. Oeh. Dat, dat, dat zegt eigenlijk dat zegt misschien alles over die Echt match. Timber speelt... Maar het waren er ook maar zes, hè. Die heeft geen twintig passen slecht gegeven. Zes. Die hebben samen elf passen. De, ja, ja dat goed is goed zot, eigenlijk dan. toch. Dus zes goed is goed. al zot. Maar er was ook niemand. Die kwam aan de bal en die moest, die moest doko uit de match houden. Dat heeft hij gedaan. Die supergoed. Voilà Verderend. Heeft, ja, heeft stappen, hij dat echt, dus die speelde goed in wat, wat van hem verwacht werd. En natuurlijk... Ik heb, ik heb Nadine Gundogan... Uh, en, en van... Ja, eigenlijk niet, was het voor hun niet beter geweest als tegen Elf was? En die zei, ja, ik denk dat ook. Dat is, ja, dat is prettiger. Dat is allemaal, allemaal leuker, ja. Bij Arsenal, en heel veel Arsenal-supporters voelen zich bestolen door uh, hoe er gefloten is. Is dat ja, terecht of niet? Want je, hebt die, je had het eerste moment al... Ik vind dat een heel goede ref. Die wordt, die wordt altijd Die wordt, die wordt samen met, met Taylor altijd. Mensen verwarren die volgens mij. De, Michael Oliver is echt een. een, echt een Want er waren een paar momenten. Je ja, het begin al dat Rodri tegen de grond gaat. Ja. Um, maar ja, Rodri, dat... Rodri, het is ook niet dat Rodri daar niks doet. Oh, dat vind ik ook. Nee. Rodri gaat hem. Gaat gaat hem en en, denk, en, en Havertz denkt. Ja, jongen, dan loop ik tegen nu. ik vond het ook heel raar dat Rodri zo lang bleef liggen. Maar wat ik wel denk is dat. alleen dat wat daar gebeurt. Ik weet niet of je dat los moet zien van wat er dan gebeurt later. Uw lichaam. Het feit dat hij zo lang blijft liggen. dat heb ik dokters wel al horen zeggen ooit. Dat zal sowieso wel iets zijn geweest. Nee, Zo'n daar... whiplash dat je, dat je dan. Ja. Maar party is daar toch niet echt een, een fout dat dat daar gebeurt bij die blessure? Nee, nee, nee. Want dat las ik dan ook wel helemaal. Nee, nee, die, 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 nee, die, die was totaal was totaal die ging doen. gewoon mee. ja. Nee, ik, 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 ik vond, het, vond het bizar dat ik, waar die, ik zou ook Doku altijd na zijn goede invalbeurt tegenin, een keer rechts gegooid hebben. Waar je dat, dat een keer de achterlijn haalt, maar hij wil de achterlijn, hij wil de achterlijn niet halen. Terwijl die, die, die kopbal van Gundogan in die match tegen Inter was, was hun beste kans na een goede voorzet van Doku. En die haalt hij. Als hij die beweging kan doen, en dan rechts naar buiten. Dat is zijn favoriete, dat is zijn favoriete beweging. En hij is nog niet, wat hij niet heeft, is het schot na dat. Maar wel de voorzet. Maar, maar en toch speelt hij hem uit op zijn schot en niet op zijn voorzet. Ja, dat, dat, dat bedoel ik. Ik begin, ik begin wel te snappen dat je hem af en toe is rechtzijds. Hij speelt zelf liever links, hè. Maar... Michael Owen die had trouwens getweet dat hij de reactie van Arteta en de, alle commentaar van de Arsenal-kant um, zwak vond. Duidelijke rode kaart, terechte rode kaart voor Trossard, zei hij, uh, The only team hard was by was City, door die gelijkmaker. Omdat uh, Walker naar uh, ja, maar dat uh, Oliver ben... moest gaan om te praten en dat hij geen tijd had gekregen om, maar dat uh, om te Maar daar ben ik ook niet gaan. mee eens. Walker had, hij heeft wel ik tijd is... gekregen. Walker is gewoon uh, beginnen wandelen. Sorry maar als jij terugspurt, dan, dan, dan staat het er toch. Dat is ja. toch niet de goal waar dat ze het meest op kritiek zou mogen hebben, want eigenlijk het blok dat Martinelli op Ederson zit, die kan niet omhoog gaan, toch? Dat vond ik, ja, ik een vond veel dat grotere ook. fout dan... Ja, vind absoluut. Ik Want Walker liep zelf niet terug. Ik weet niet, Guardiola zijn reactie was hevig, maar ik weet niet of dat op Walker of op de scheidsrechterlijke beslissing was. Van, Misschien zelfs op het, op te, op het uh, te fel terugdekken van... Uh... Dat momentje tussen Walker en Gabriel was toch top? Met dat zo. Ah ja, ja, ja. En dan gewoon keihard gepakt <laughs> ja. worden. Ja. Dat vond ik ook echt goed. Tuk tuk En dan en dat porre Walker kat en ineens zijn hem kwijt en dat ligt binnen. Dus eerst Doku die erop stond, bij de ja. eerste corner. Die dan ook keek van... Well, allee, ja, wat moet ik hier doen? Dan komt Walker en weg al, niet van op de bank. Hè. Walker, die, dat vind ik wel goed, die heeft nagedacht. Die denkt, ja, die zat eigenlijk binnen. Hè. Die zit dan, allee, wup, dan ook weg. Fantastische corner. Die, hoe snel dat die een bal daar... Ja. En die kopte hem ook achterwaarts. binnen. Ja, ja, die, kopte. die timing was niet normaal. Maar die maar het waren mogen. twee goede goals, hè. en Californië is ook... Ja, Heerlijk die ging gekrapte. bij de eerste goal wel giga in de fout. Hè. Dus heeft toch op op uh, Savinio. Die is toch heel veel weg van maken. Hè? Ja, ja dat is, precies. Dat is, dat is, een tweede. Ah, ja. Je denkt, ah ja, Gundogan is terug en Maris. Ja. En die afwerking van Holland, vind je het allemaal zo normaal. Ik vind dat super. Ik vind dat echt heel zop, super. Dat, dat je, je daar die eerste ook de meeste kruipen daarachter. Ja, die, maar die trapt je ook gewoon zo. Met een tip. Ja, ja half was, een half met een tip. En die, En die, de manier dat hij loopt, dat is die camera op hem, dus die, 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 die beseft sneller dan de rest, ah ja ik vond dat niet top topverdedigd. Nee, tuurlijk, die moeten sluiten. Absoluut. Saliba ook. Ja, Saliba Saliba ik vond eerder, en, maar Saliba kan ook ook bedrijven, dat er loopt nog iemand anders in. Nee, er loopt niemand anders je wordt wilt er infiltreren nog iemand anders, nee, denk ik. echt niet. Oké, okay, dan Gabriel. <laughs> nee, maar ik denk, Saliba, ik denk Saliba niet, maar ik vind eerder Gabriel. Ook. Ja, zeker. Zeker want, allebei. Die, die loopt al drie, vier seconden ja. zo van geeft hem gif. Maar dat is zo'n roventier. Want hij stopt anders. nog even, hè, Haaland. Ja, omdat hem hij verwacht hem vroeger, is. hè. Ja. Dus dat klopt, dat je het... Maar dat is wel een verdediging. Ja, daar kunnen we wel op, op rekenen, twee. Die, twee. Oh, oh. Uh, die twee. En trossar. ja grossaar. Ja, ik wou net zeggen, maar ik wou erover nee, nee. beginnen, twee gele kaart. Maar, archie terecht, alleen niet de reden waarom dat ze het zeggen. Dat dat dan een tweet komt van oh, het is om het wegtrappen van de bal. Nee, het is omdat je, omdat je al geel hebt en je beukt in iemand zijn rug dat, was dat, nog, dat je is toch al dom op zich, als je al geel hebt, hij ja. gaat er zo. Maar die hij had ook geel kunnen krijgen voor beide eigenlijk. Nee, ik vind ik niet. Voor geel krijgen voor die beuk. Maar tuurlijk wel 100% voor die ook. positie. Dat is Hij geel. Sommige moment, op moment is het ook dom dat je dat, als je weet dat je geel hebt, je dat gaat is, er zo is, in. Dat is iets anders, maar ik vind, wauw, ah, die penetratie. Die, Ik vind dat ook geen geel. Allee. Die een beuk? Ik vind dat niet. Zonder maar, dat ze een bal kunnen spelen. Gewoon u. kijken en dan. Het is, nee, het is niet zo. Het is maar niet ook wel. wel. Ja, het, niet het, is, het is geen elleboog. En nee, nee, niet en, de beweging. Maar hij, hij beukt echt in die, zijn, zijn rug. Is, ja. en hij gaat er met zijn schouder in. Ik vind dat absoluut. 100 procent. Ik vind dat, dat altijd geel moet zijn. 100 Ik vind dat niet altijd geel. En al zeker niet als je al een geel hebt. Maar een tweede gele kaart is het zo. Ah, ja. We moeten maar slim genoeg zijn. om... Ik vind niet dat hij een bal wegtrapt. Want dat was echt vlak na het fluitsignaal. Ja, en dat was in de, de richting bal. van de pas. Dat heeft Doku dat heeft trouwens ook gedaan. En nee, hij is dat daar is niet voor waar. bestraft. Doku heeft die bal? Nee, dat is niet waar. Nee, want die bal moest daar liggen. Die bal moest uh, daar uh, liggen. De ref zegt tegen Doku, dat zeggen die van Arsenal dan, maar dat klopt echt niet. Nee, dat heb ik ook eens. Maar waar, waarvoor krijgt en een tweede geel? Is voor die fout ja. of is voor volgens die bal? De, volgens het officiële account voor het wegtrappen van die man. Nee, maar dat, dat f... denk ik niet. Jawel, dat is het officiële account. gezien bijna de scheidsrechter... Ja, ja, ja voordat klopt dat, trakt, dat, dus. niet. dat is wat ze officieel hebben, hebben gekregen. Ik, nee, ik zou het meer wel. snappen als ze hem geven voor die in bal weg te trappen. Dan nee, van. nee, allee, tuurlijk man. Nou Dat zijn gevaarlijke fouten, ook jongen. gebeukt ik in, ik in, in te zijn te aan de rug. Het. Jawel, echt ik wel. Vind wel. Dat Kane heeft dat ook heel vaak gedaan toen hij nog in de Premier League speelde. Ja. Dat hij zo, als iemand in duel ging, dat hij... Bukt en, en is... zich onder een speler zet. Ja, dat was dat nog is een gevaarlijk. andere beweging dan Tossaar. Maar daar kun je heel vies maar, mee. De ondergaan, naar dat is vallen. gevaarlijk. Als iemand springt en je blijft tussen nu... die is dat is degoedant. Ja. Dat, dat vind ik altijd geel. Die is hard fout, maar toch geen geel. Dat vind ik wel. Als je, je Tossaar bent, dan moet je daar dan niet. Een beetje gewoon beter bij nadenken. Ja, het is gewoon toch. Als je dat, dat doet, je weet zo, dat je het hebt. Dat, dat gebeurt zeg gewoon zo, niet slim. Nee, dat, dat, maar dat gebeurt zo snel dat je zoiets hebt van Nee, dat is het juist niet. Het is niet snel. Die bal gaat in de lucht. Je kunt alles. Je weet dat je er niet aan kunt. En je beslist: ik ga er in ik ga in die zijn rug Waarschijnlijk omdat je murw gespeeld hebt. Dat vind ja. ik echt wel een alibi. Hè? Hij die die gast heeft ook geen, geen, geen vijf ballen kunnen spelen naar iemand voor zich. Hè? Dus dat, die, die wedstrijd was. City was echt nog eens ouderwets. Uh, Arteta Goed, vond het ook geen terecht uh, rode kaart. Hij heeft nu gezegd, ik verwacht nu 100 wedstrijden met rode kaart. Ja, maar dat gaat over dat wegtrappen. Dat gaat over dat wegtrappen, want Arteta heeft direct Doku erbij gehaald. Wat dat niet klopt. En eigenlijk ook, maar, uh, die Rise. rode kaart die Rice ja. twee weken geleden maar, pakt, mm. zou je echt nu al op scherp moeten staan, zeker in een match tegen dat City, waar je weet, als wel. je met 10 mm -hmm. komt... Maar ik vind juist dat Arteta het heeft over dat wegtrappen. Is voor mij zoals een bevestiging dat hij die fout al zeker in geel. Ah nee, want Arteta wil natuurlijk, wil, wil natuurlijk niet over die fout. Want beseft wel dat die fout wel geel kon zijn. Denkt Arteta dat? probeert Denk met dat de mantel de liefde te bedekken. Denk dat niet. Mocht je voor de som van de twee rekenen op geel? Ja. Als, hij, als hij niet die overtreding maakt en hij trapt hem wel zo weg. In, de, in dezelfde snelheid, denkt je dat dan ook? Dat is voor mij geen geel. Geen tweede geel. Die fout wel. Maar. Zijn, hè? Ja, ik, ik vind bizar dat er vaak allee, in, in het algemeen, maar ook in de Premier League, dat er bepaalde tackles en bepaalde fouten worden gemaakt. Als ze op een bal spelen, dat, dat dan wordt doorspelen wat er geen geel wordt gegeven. En dan voor deze fout ga je wel terecht geel geven. Dat vind, ik, ik vind dat... Ja. Vind dat allee, maar het is ik, geen exacte wetenschap Kaarten. Maar je, je, je brengt toch nooit, het is een, het is een domme fout. En je, het is, maar het is toch, je, je brengt zijn gezondheid of zijn, je brengt het toch niet in gevaar? En als ze een nick toch niet eet, dan is het ook geel. Want zijn. als je zijn gezondheid is het rood. Ja. Okay. Nee, Lisandro ja, Martinez dat is voor mij donkerrood. Die is ja, sprong. Okay. Ja, nee, nee maar de die de de krijgt de... maar geel. Dus dat, daar, daar klopt wat jij zegt. Hè? Dat, maar dat is, dat is buiten categorieën. Wat Martinez ja, ja. daar deed, dat is. Die, en vooral ook hoe dat die dan dat daarna die je kijkt en die dus van. Allee, jongens, in Argentinië nee, mag maar, dat. doen we dat. Ja, dat is, is marginaal. Dat dat geen, ja, a, ja, zoiets marginaal. is voor mij vijf weken schorsing zelfs. Dat is dus minst, Absoluut. Dat is gewoon. Als je daarbij op iemand zijn been landt. Mag ik uh, nog iets vragen over die match? Vindt geen, jullie niet dat. Als je 2-1 achterstaat, in de laatste minuut een corner hebt tegen een rivaal dat je keeper mee moet gaan, ook al ben je met 11 tegen 10, ik vond heel raar dat Ederson niet meeging. Maar die scoren wel, dus dat was misschien stijnt. de juiste beslissing, maar ik vond, ik vond heel veel van de beslissingen van zowel Stones en um, Diaz zoveel aan de bal te laten, terwijl dat je die volgens mij beter in de box gooit en iets wat voorzetten laat geven door Guardiol of Silva. Dan of zie je Bernardo ook, je dan ook ziet hoe moeilijk... Allee hoe ook topvoetballers soms gewoon geen goed schot hebben. Dat bestaat, hè? dat is iets anders. Dat is echt een deelaspect van het voetbal. En ja, je, je ziet inderdaad jongens van de Arsenal dacht, ja, die laten we schotten, want dat hebben we ondertussen wel door. Dat... Ja. Hm. Um, de blessure van Rodri. Vreselijk. Als het effectief voor zijn kruisband is, wat het lijkt te zijn, dat is echt dat is vreselijk voor Maar ja. vooral al dat beeld dat hem op de grond zit en hij bidt, ja, ja, dat is echt hadden, ja. uh, dat is erg om te zien. Dat is ook een blessure die ze niet kunnen opvangen gewoon. Nee, die kern gaan... niet kan ook zo goed zijn, Rodri vervang je niet. Hè. Die gaan met krukken de gouden bal ophalen. Dat is exact wat Sinkik en Rush ook gezegd hebben, daarstraks. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, zo anders. haalde jij je inspiratie. Nee, ik kan het <laughs> nog niet gehoord hebben denk ik oh, toch? Nee. Zeg, nou, onderweg naar hier. Dat is een denk dat hij net uit was. Ja. Ja. Nee. Maar is, hoe gaan ze dat opvangen? Ja, wat is de statistiek met en zonder Rodri? Ja, herhaalt hem vorig nog jaar wel eens. hebben ze één match verloren met, met Rodri, de, de V-Cup finale. De vorige drie, allemaal verloren. Drie zonder hem, alle drie verloren. Dus de drie competitie-nederlagen vorig jaar waren zonder Rodri. Het, ook ja, wel ja. zonder de bruine. Ja. ja, Ze hebben niet meer verloren sinds uh, 6 december op Aston Villa. 1-0 toen. En ook thuis hebben ze al twee jaar niet meer verloren. Ja, dat is... Nee, uh, bijna twee jaar. Net voor het WK tegen Brentford. 1 2. Ja. Net voor het WK dat is wel een in Qatar. Traffe statistiek. Maar ja. ik weet niet wie, wie Pep nu ook op die positie gaat zetten. aan misschien lager? We Stones? Dat ook Stones? Ik denk dat Stones gaat zijn die daar gewoon... Vonden Vond we ook je? niet dat Arsenal... Allee, als je ziet hoe Brentford daar, daar, daar komt spelen en in... Oké, okay, City is al meer geconcentreerd geweest is Absoluut. Maar toch... Ja, maar het is helemaal anders. Ja, dat is anders, als City zijnde tegen Brentford begin, ja. of tegen Arsenal, je bent honderd ja. keer zo geconcentreerd. Je weet ook dat Arsenal... Als je niet geconcentreerd bent, dan speelt Arsenal je ook weg op bepaalde momenten. Wel, dat, dat begin ik me af te vragen. Als je niet geconcentreerd bent als City zijnde, als Brentford weet je, dat kan. Arsenal nu, qua doelpogingen, hè? dat ik vond dat onwaarschijnlijk zot. In die eerste vier matchen heeft Arsenal een negatief doelpoging in saldo. Dus er zijn... En, en niet weinig. Hè? Je denkt, hè? Huh? Ja... Ik heb hier de statistiek trouwens uh, opgezet. Sinds 2019 20 hebben ze één op de drie wedstrijden zonder Rodri verloren. Nee. Ja, nou, dat is juist. En één op de tien zijn mede. Algemiddeld 1,9 punten zonder Rodri en 2,37 uh, Het is echt zuur. Maar vanaf het moment dat Arsenal met 10 man valt en ze komen daar niet meer over, dat is toch ergens te begrijpen? Ik vind dat te begrijpen. Ah ja, oké, okay, dat je dan een, half, nee, 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 nee. Dat je een halve match echt afzie, gewoon over die, op die, op die de drie eerste punten Dat je... Ja, dat dacht ik wel. Ik vond het bij momenten echt ook dan wel pover. Ja, omdat City ook gewoon heel sterk ja, was. City was echt heel sterk. Ja. Maar dat, wat, wat ze doen, daar uh, heb ik alleen maar bewondering voor in die tweede. Echt waar. Ik vind uh, moed en zelfopoffering en slim verdedigen. Ik ja, vond het uh, inderdaad. Soms moeten je gewoon een keer afzien om die punten over te zetten. Dat vond ik super boeiend. En van mij hadden ze ook mogen winnen daarom. Wat ik wel niet begreep trouwens, want we hadden het net over Haaland, die bal tegen, eh, tegen Gabriel. Ik oh, niet, maar wat hij daarna tegen. Ja, dat ik ga dit aan het zeggen, stay humble hé. Steele... waar wat, waar ja. dat vandaan kwam. Dat dat... Ik, ik, ik weet vooral niet je waar dat vandaan, ook... vandaan kwam eigenlijk. Dat is dat je zelf even niet humble bent. Ja, wat maakt ja. dat uit? Ik denk ook omdat Jezus kwam hem dan verdedigen, Gabriel Jezus En dan gewoon hij hem clown te noemen. En Jezus ja. die was heel normaal vond ik hij Die was dan ook rustig aan ja, het doen. Dat vond ik heel classy. Niet op reageren gewoon. En die jonge gasten, weet je, uh, Miles Lewis Kelly. Uh, yeah, yeah. Who the fuck are you? <laughs> ja, die kwam erbij. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, dat hebben alle commentatoren op dat moment ook. Wie, wie, wie is dat nu weer? Uh, ja, maar, maar dat is wel een goed begin van uw carrière. Ik heb u toen gestuurd, je was in vorm, flip. Je hebt een, een hele goede, goede one-liner nog uh, gezegd. En daar mag je de toen City minder, uh, City minder chic en... Uh, Minder, minder sjeik was. Ja. Dat is een mooie. Ja, dat was ik blij mee. Ja. Ik nee, minder chic en minder shake. Minder chic en minder ja, Die schrijf ik op. Dat is een ja. goeie. Uh, United. Ja, die in tackle van Martinez. heb je al gezegd. Als mensen die nog niet gezien hebben, zoek die op. Dat is gewoon... Ik vind echt, dat echt hoe, marginaal. Hoe, hoe, hoeveel hangt hij boven de grond? Toch, toch 30 centimeter. Ja. Dat is, dat is, dat als je dat doet als voetballer, dat is toch puur om iemand pijn dus te doen? Ja, waarom zou je ja, er anders doen? Zijn enige verdediging is, ik weet ongelooflijk hoe dat ik beland. Ik, ik, ik ben het daar niet mee eens, hè, maar dat is wel zijn verdediging. Snapte? ik spring, Ik spring er eigenlijk bijna voor. Maar waarom spring dan? Dan kun je even goed je blokken. Hè, voilà, dus. Of met ene voet. Ja, Als je ene voet, voet dat gaat, natuurlijk. een ja. beetje strekkeld gaat, dat met ene voet. <coughs> United wel 0-0 gelijk. Met dank aan een geweldige dubbele redding van Onana. Ja. Ik weet niet of jullie die gezien hebben, maar mm. die, vooral die tweede was, was fantastisch hoe hij die bal eruit haalde. Ja, een kat zo. Kat ja. Ja, hij heeft dat voor het is... seizoen had hem aangegeven dat zijn een jaar ging worden. Hè. En op deze moment, tot ja. deze moment. Maar dat is die Araya, die, die Araya dus ook. Hè. De, een kat, ik heb nu naar die opwarming zitten kijken. Hoe snel dat die mens recht is. En dat, dat lichaam, omdat. De... Ik moet ah, zeggen, altijd tegen Atalanta was dat toch? Ja, die, die, dus op, op Aston Villa. Die bal die op de lat belandt, dat is van Onana. Hij valt achterover. Oli Watkins komt terug van de lat en hij pakt die. En Elk op Atalanta ]zelfde. de penalty, Retegui, net hetzelfde. Dat is hoe snel dat hij recht is, moet ja, beter afgewerkt worden toch allebei. Dat is waar. Maar, oh. maar bij de meeste zit het binnen. Van keepers, ja, ja, ja dat, is waar, dat is waar. Ik heb nog een paar Premier League dingen. Uh, Filip, je hebt West Ham Chelsea ook gedaan. Ja. Chelsea 10 op 15. Ja, maar die penalty. Dat ze die niet zien. Hoe overduidelijk ja, is dat? Da, Alleen ja, dat is ja. toch niet meer normaal. Hmm. Heel bizar. Ja, bizar. Die, die, die houdt die gewoon. Alleen ik weet dus nog welke dat, dat contact ja, niet eigenlijk. lang genoeg was. Ja, hey, ja wat, maar, wat ja, ik ja. niet niet direct weet. Ja, ja. was was het contact? 7 niet lang seconden. Lang genoeg, op, ja. Want ja. die, die van Real Madrid, die penalty. Ja. Van dat is op, en ja. op exact op Hendrik. Die begint aan de corner van je spreken en die eindigt. juist in de 16. Maar dat is supergoed gefloten, hè? Van die arbeider, hè? Om die penalty te geven. Dat ten eerste, maar ook om het te laten doorgaan. Die je weet van, ja, als ik hier fluit, is, is, is het hoogstens een vrijschop. Wie wit is, die is zo dom om... Ik vind dat supergoed. Ik gedaan. wist niet dat dat de regel was. Want, ja, ja, ja. Is dat veranderd? Want vroeger was het toch waar de fout begon? Ja, exact. Nee, nee. Bij duw- en trekfouten is het waar ze eigenlijk... Maar dat is veranderd dan? Ja, Rolf, maar wel al effe, je Als jij acht wordt of Maar dat dus. oh, ja. zei ze Ja, daarover heb ik het ongeveer. Dat zei, dat zei ze toch vroeger altijd, laat hem los in de 16. Ja gewoon zorg dat ik hem loslaat yeah. en die deed dat nu niet. Nee, die, dat was. Maar dat was echt. Alleen die was dat truiken al of. Ja. Heeft iemand de, de goal van een Bumo gezien? Ja, wie? Okay. Ik heb hem ze zeker gezien, maar ik moet zo eens uitkijken. Beetje zijn geen zo precies nee. Precies. Ah, ja, die beetje, zi, op zijn zidans tegen ja. Leverkusen, maar dan ja. van, van dichterbij eigenlijk. Ja. Na 20 seconden van ja. negentig. Weer hè? Weer. Altijd meteen scoren. Nee. tegen City ook. Hè? Hij haalt echt lekker uit de lucht hè? Ja. ja. Maar tot aan hem. Dat, dat gevoel had ik daar nu ook wel bij. Die gaan volgens mij echt weer veel matchen winnen tegen de kleinere ploegen. Omdat dat wel, dan, dan werkt dat. No. Zo tegen... ook zijn eerste speelt. Ja, dat is ook uh, belangrijk, denk ik. Ja. Daarom ben je, dat het belangrijk is dat hij in eerste uh. erin zit. Nu van Madison was ook mooi. Mai. Ja, Madison is goed, maar ook weer. Nu Arsenal moeten we wel nog bij. Het is wel ook zonder Eudegaard. Dat dat, is, daar hangt heel dat er echt van. Wel veel van af. Dus dat, dat je dan minder speelt en dat je dan ja, dat, dat snap ik ook wel. Ergens. Ja, ik heb nog één cijfertje uit de Premier League: uh, dat ik moest, ik denk dat Jelle Tak het mij gestuurd heeft, ik moest dat zeggen. Uh, Welbek heeft een mooie vrije trap gescoord. Dat is uh, tegen de, zijn 26e Premier League-ploeg waar, waar hij tegen scoort. Dat was graaf. Niet altijd zeven goals. He, voilà. 26 voor Hij eerste ook al bij 5 gespeeld of zo niet. Mag wel dat... niet binnen die vrije trap. Nee? Nee, ik vind dat niet. Allee, het is in de, in de hoek van de keeper en hij is niet eens diep in de hoek. Nee, maar die muren door raar. Hij is de, de keeper. Dat eigen muur Maar ik kan uh, er bijna niet over. We hebben, nee. daarvoor in nee. we hebben die discussie ook gehad met, met Haspola, denk ja, ik. Ja, ja, ja. Dat hem beter is van ver dan van dicht. Ja, ja, ja. Die kon ook alleen maar naar die hoek, had ik het gevoel. Nou, Oké. Okay. Die dingen. Die, wacht, ik had nog een paar dingen. Die pas van McAllister met een botso op Salah. Oh, dat was heel oh. Ja. Oh ja, dat was echt een, een wereldbal. En Bruno Guimaraes, die, die een bal breed op, op Ik heb alleen de samenvatting van Newcastle dus die, die, gezien. Ja, maar dat, dat, is, dat komt uit de samenvatting. Dus die staat onder de cornervlag en die denkt, ik zal hem een keer zwiepen. Ah, ja. Echt, jongen. En Smith Rowe is er wel aan het doorkomen. Ja, Newcastle, die hebben ook echt... Die match mogen ze niet, niet verliezen. Hè. Wat ik daarvan gezien heb tenminste. Goed. Um, Milan, chill? Mag altijd. Is het zover? Mag altijd. Allee. Die ene keer dat we. Ik het scherm nee? ja. Ja. Ik heb trouwens nog een appeltje met u te pellen. Naar mij? Ja, want uh, ik heb. Wel, gisteren hier een podcast boven. En uh, ik doe altijd mijn best als ik iets doe tijdens dat milan speelt om mijn volledige <laughs> online leven af te sluiten. Zodat ik geen spoilers oh, nee. zie, zodat ik thuis ga komen. Oh, sorry. Maar dat is niet erg, want het is mijn eigen schuld. Maar ik moest nog één dingetje op WhatsApp naar iemand doorsturen. Oh, en net op dat moment zie ik zo. Filip Joos, mirakel. <laughs> Ja, dat wist je ja. dan getweet ook. Hè? Ja, ik wist je getweet. Ja, getweet, ja getweet. ik heb je getweet. Ja. ja, sorry, Jill. Geen probleem. Liever positief dan negatief. Ja, voilà, want voilà, ik voilà. heb me ook al gestuurd wanneer dat slecht was, maar dan heb ik het meestal pas daarna gelezen. Maar... Ja, maar als je al je flashcore, livescore, alles uitzet om ja. die match te herbekijken en je krijgt dan een bericht. Ja, echt. Ik was even. Ja, ja het is goeie. Ik... <laughs> <laughs> maar jij stuurt altijd in de groep niks. Ja, ik nergens ja, ja, maar ik, okay, ook, ik direct, maar je wil dat niet weten. Ik wil niet weten. Ik had echt alles voor mijn echt Ik was echt blij. Ja, ik ook. Was, het was wel eerst boos, maar dan van... Allee, chance dat het een overwinning is. En wat voor reden? Want ik heb ze dan om twee uur nachts teruggekeken. En uh, was doodgelukkig. Ja, was een mirakel. Ja, echt een mirakel. Was het verdiend? Eigenlijk wel, dat is het bizarre. alles ging, ging bij Milan eigenlijk al fout de laatste weken, twee weken. Alhoewel ik wel altijd overdrijf in, in alles wat er <laughs> slecht gaat bij Milan. Maar ja, de coach lag... Uh, mijn half been buiten, ik denk zelfs anderhalf been, want er was in de Gazeta zelfs al sprake dat Fonseca buiten zou liggen voor de derby, omdat ze met Tudor ook bezig waren. Maar um, ze hebben het dan toch kunnen omdraaien, een paar aanpassingen gemaakt ook. En uh, de beste 30 minuten voetbal van uh, dit seizoen al gespeeld in de tweede helft. En zonder, zonder layout, top hè? Ja, die is in het begin van het seizoen nooit goed. Dus die, die begint altijd pas goed te voetballen ja. in oktober. Maar ja, die krijgt dus altijd de volle lading. Ja, Reinders, Reinders is gewoon. Oh, dat is fenomenaal. Die apas. Ja. Die is vrij Nee, die apas. Dat is een missen. Zo, kunt u die bal herinneren van Zorgano Bernier? Ja? Eigenlijk dezelfde bal van Reinders op dat hem voorlangs staat op Abraham, denk ik. Uh, ah ja, ja Die, die dat Abraham, eigenlijk. Hij, voorlangs, ja, voorlangs. Hij, hij trapt hem hem te, te strak voorlangs inderdaad. My ja. ja. Maar hij had het op pas. Ja, maar... echt, dat je voor 20 miljoen van AZ kon halen en dat Titel eruit komt, dat had ik niet, niet verwacht. Dat die Tudor, zo... dat ja. weet je trouwens. Dat is, dat is een horlogemerk ook, hè, Tudor. En als die behoudt zoals de supporters van Roma, nooit Rolex voor je Tudor. <laughs> Wat dat niet waar is, maar... P Pioli die heeft het tegen in ja, ja, bij, bij Ronaldo. Ja. Die gaat een van de bestverdienende coaches uh, ter wereld worden. Het is ook bizar toch dat ze die dan halve dag. Ja. Maar die zat nog op de payroll van AC Milan, uh, omdat ze niet, uh, ook niet wouden ontslagen. Dus dat was nog ergens binnen. Dus dat idee kwam er dan ook, uh, ik denk, in, uh, in Corriere dello Sport, uh, een week geleden, van waarom niet iemand aannemen die dat al in bedrijf is. Maar dat was uh, een beetje te goud geweest. In Italië gebeurt dat vaak, hè. Coaches terughalen. Ja, ja. ja. Zamparini en niet anders gedaan. En Dan had hij, ook... oh ja, wie heb ik nog op de payroll staan? Ah, oh, DS4, alleen ik pak die terug. Ja, die mannen moeten komen, hè. Het is ook een land waar je bijna alleen maar Italiaanse coaches zet. En als het geen Italiaan zijn, hebben ze meestal al vijf of tien jaar ervaring via de Serie ja, B of ja. zijn ze als speler daarin gebleven. Maar wat was er goed aan Milan? Eigenlijk alles klopte wat er de voorbije weken niet klopte. Uh, zowel in, in balverlies als in balbezit. Uh, ik vond dat Thaya en die Reiners is al, is al weken goed. Loftus cheek was al een weken minder. En of van heeft eindelijk eens uh, ja. een goede wedstrijd gespeeld. Want dan miste hij nog, denk ik, na zijn overstap van en Inter. Monaco, de de inval bij Inter waren niet goed. Nee. Um, ik denk de goal van Politic komt er ook omdat Mikitarian eigenlijk, ja, ik denk dat hij drie tijden kan nemen voor een ingooi ja. te controleren. En um, ja, Politic is eigenlijk een beetje hetzelfde als Reinders, Ook een verhaal van, ay, alle spelers bij Milan zijn bijna over 20 miljoen gehad. Um, ja, die, die komt er gewoon enorm goed door. Want ik weet dat uh, toen dat. Zowel hij als Chukweze kwamen in het begin van vorig Ja, vorige seizoen. Siek, ik, ik zeiden wij allebei van ja, gaat Pulisic de eruit spelen. Ja, ik na, vind Polisic... Maar dat is Premier League niveau dat je dan bekijkt. Hè, dat gaat niet meer. Nee, inderdaad. Maar hij doet het supergoed eigenlijk. Ah, ja, het is, ik denk tegen Liverpool scoort hij ook de, de eerste goal na vijf minuten uh, in de Champions League. Dus dat is wel iemand die er volledig doorkomt en minder... Minder flair heeft en ook nooit een transferwaarde zal hebben die daar een Rafael Leal bijvoorbeeld heeft, maar wel echt. Ja. Maar Reinders, dan denk ik echt dat grote ploegen daar nu. Allee, Milan. Ik niet zeggen dat Milan geen grote. Hey, ja, dit de ploegen die nu op meedroegen. Ja, mee dan, de dan de denk de ik echt. Maar wie dan? Ja, die ben in Italië dan? Ja, dan, nee, dan is het in Spanje of in. Spanje denk ik echt. Denk ik. Maar waar speelt hij mee? Atletico. Als je nu. Nee, Franky of Reinders? Sorry? Frenkie de Jong of Reinders. Op dit, ik dit moment zou Franky ik ze niet willen wisselen als Milan speelt. Ja, als ik Frenkie de Jong Prime bekijk, dan kies ik toch Frenkie nou ja, de Jong. Ja. Hoe lang is Brian, dat geleden? Ja, als ja. hij terug op zijn beste niveau kan komen na zijn ja. blessure. Hoe lang is dat geleden? Ik, vind, ik, vind, ik ja. denk dat Renders een modernere voetballer is. Ja, Oké, okay, ik zou ook niet. Ik zou nooit tegen Frenkie de Jong kunnen. Dus, maar ik denk ik zie die wel. Ik denk wel dat die. Raiders in de positie is hoog. Raiders in de positie hoger dan Frenger de jong. Ja. ja. vaak jong is je ook je op positie ja, ja. De jong kan ook op acht spelen toch. Ja, dat is waar. Ja. Is iets meer dan acht dan een dan een tien vind ik ook wel. vaak ook Wie duwen binnen bij Newcastle? Hebben die niet al genoeg gestolen van ons? Hebben die al niet genoeg gestolen? Maar als je dan zegt naar een topclub, dan is Newcastle toch een topclub? Nee, dat is ook waar. Dan zeg ik de Manchester United? Ziet zitten al onder de partij. Tottenham? Ja, een topclub. Tot Financieel mogelijk, je toch veel? Daar speelt hij, denk ik. Ja. Nee, laten maar eens Ja, bij Nederland. daar speelt hij zeker. Dat, dat maar die is schattig van. hoger in dan Newcastle. <laughs> dat is waar. Laten we goede spelers dingen in voor daar, die, dat, dat zou ik gaan halen, als ik tot en hem heb. Uh, je hebt ook gekeken naar Juventus Napoli. Klopt, ja. Um, ook pijnlijk. Goh, <laughs> dat was echt... Uh, die bleef precies duren, die match. Uh, <laughs> maar ik had ze opstaan omdat ik Lukaku's zou bezig zien en ik vond. Eigenlijk wel bij momenten dat Napoli baas was, dat, ik niet, dat, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Um, maar zo de echte kansen bleven uit. Het was echt zoveel middenveldspel. Hij kreeg veel kritiek hè, nu. Ja, of... Conte was ook streng. Conte gezegd: hij is toch niet in vorm, nog niet nee. in de vorm die ik wil? Omdat hij, hij, is niet, hij is niet zo de, de doelgerichte Lukaku als hij als, 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 als in zijn prime is, of als hij in zijn beste vorm is. Dus ik merk wel dat je. Dat komt misschien nog. Hij heeft de bal 18 keer geraakt in 70 minuten, twee keer in de 16. <laughs> ja, en ook heel het was ook weinig. Dat type match. Weet heel je. weinig vooruit, altijd vaak achteruit. Um, maar ik vond, ja, ik, vond wel, ik vond het wel eens boeiend om te zien, maar ik eigenlijk niet zoveel op een in serie kijken. En ik, ik verschoot eigenlijk wel van het niveau in negatieve zin. In de zin van dat het is echt heel tactisch is. Het, het is niet snel ja. op en af, het is heel veel rommelig. Bij de Juventus PSV. En dan is dat 3-0 met de vingers in de neus. En dan zegt Bos de dag ervoor. Als zij mee willen voetballen, kan het een voetbalfeest worden. Ja. Dan speel ik wat mee. En dan, dan moet Bakayoko achter die Cambiasso spurten. Ja. Die dus twintig keer bijna het record op de honderd meter breekt. En ja, dat, ook dat is voetbal. Weet je? Die Yildiz kan wel schotten. Nee, ik snap het, maar het is niet mooi om ja, te na. kijken. Daar. Nee, maar dit is nu Juventus thuis. Dat is nu, hè. Juventus heeft nu drie matchen 0-0 gespeeld, los van PSV. De drie laatste matchen in Serie A 0-0, Empoli, Roma en nu Napoli. Ja, als Allegri er 2-0 speelde, was hij de slechtste coach ter wereld. En Motta heeft nog altijd, en oké, okay, je moet die mensen tijd geven, maar het is er wel, ik vind dat ook dat het er nog niet is. En die kern is ook niet zo onwaarschijnlijk. Hè. Eén en een diepe spits, Vlaovic moeilijk is oud. maar als er iets met Vlaovic gebeurt. Terwijl hij ook niet scherp had. Daar heb je bijna scherp. medelijden mee. Want dan, dan kreeg hij wel kans en dat lukte dan nooit. En dat begon ze te wegen. En je hoort dat publiek dan ook zo. Je wint dan wel 3-0, maar iedereen is blij. Maar als spitsen dan niet blij. Nee, absoluut niet. hij dus. die mij wel bekwam en die mij beter meeviel dan ik had verwacht, is die Anguissa. Ja, maar, ja, ja, dat is een goede speler. Uh, ik, ik ken ja, hem nog van Atletico, bij Marseille. In het uh, Marseille, sorry. In die finale uh, was hij ook goed. Cool. Maar ook aan de bal heel... Uh, allee, die, die durft wel beetje, uitdraaien. Ik wilde het patroon een beetje gewoon ja. Het uh, was leuk om te kijken. Allee, dat was een van de lichtpunten. Hij is wel niet, consist niet consistent genoeg. Want die zijn goede matches. zijn echt. van ja. een heel hoog niveau in de Serie A. Maar de volgende wedstrijd kan het. Dat heeft hij heeft altijd wel een beetje. Ja. gehad, ook, ook toen zo. Maar was hij niet de man die de bal verloor. Op, bij, de, bij die UEFA Cup finale? Ik denk dat wel. Dat er werd ingespeeld op hem. En Griezmann zit daartussen. En direct 0-1 voor Atletico in Lyon. Atletico Marseille, ik denk dat wel. Dus dat had hij dan ook wel zo. Dat, dat was eigenlijk wel slecht van de keeper ook. Quartfinale Champions League heeft hij dat ook gehad. Ja. Tegen Milan. Uh, over Marseille gesproken. Oh. Als uh, de tweede gele kaart zoals we die van Trossard dom vonden. <risim Wood> ja, die en Bellardi. Ja. Dat is echt wel van het allerdomste. Dat, ik... dat is nu zijn tweede gele. Dat is toch een ander. je dat nu niet anders dan die van Trossard? Die is anders, maar dat is voor mij alle Deze is dommer. He. He? Vijf minuten bezig in deze en de tweede gele, Te gele kaart. Vijf minuten. Ik vind dat niet meer terecht, mee, maar ik vind het ook wel geel. Je breekt echt een beloftevolle aanval af hier. Ja. Dus dat is het, dat is het verschil. Ja, ja, dat is een verschil. Maar ik zeg, ik, ik zeg dat het verschillend is. Hoe, hoe verklaar je dat je dat doet in, in vijf minuten? Je ja, zegt kapitein. kapitein hè, ja, ja, ja. Exact. Ja, dat is kapitein tegen kapitein. Nou, dat, ja. dat is het eerste wat mij opviel. Ik denk, alleen. Maar als we het dan hebben over, over met tien vallen, 85 minuten, en toch nog uw tegenstander pijn doen. Oké, okay, het, is, het is niet City, het is Lyon. Maar dit is, dit is een overwinning. Je zag dit, Zerbi oh. ook. Ja. Hier kun kunnen. Je... de reactie. Oh. Maar die, je hebt de samenvatting doorgestuurd in de in die groep. Ja. En ik, ik heb uh, ik ook gereageerd. Dat is volgens mij de beste samenvatting van een voetbalwedstrijd van de afgelopen tien jaar. Er echt alles in: ja. Var, uh, rode kaart, uh, mooie goals. Deel uh, ja. goals. 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 Ja. Sfeer, dat was echt. Ja. Uh, ja. En, en passie, hè? Marseille, Marseille moet passie zijn, hè? En Clinton Mata met twee assisten? Eén. Ene. Uh, de, ja. de eerste goal was één van hem. Uh, ja. Ik had het u getypt een paar weken geleden. Marseille, ik, heb, ik vond dat ze een goede transfer Maar gedaan. ze staan in, in zo, als je de, de stad ziet, van staan ze niet nie waar een kampioen staat. Maar dat nou, is dat niet erg, hè. Ik zie meer gaan spelen, want het, het PCA... Ik hoop dat, eruit, ik, ja. Ik het hoop. Is, wel, is wel een is het... leuke ploeg geworden maar Absoluut. Kijken, er staan wel... met drie bovenaan. Ja. Nou, dat is goed voor de competitie. Ja. Ze hebben minst corners. Echt? Maar dat is niet erg, hè. Maar dat is gewoon... Ja, die centert ook niet, hè. He? Ja. Maar het is wel op een andere manier. Ik vind het veel verticaler. Hij wil hij echt verticaal voetballen. Ja. Als je zo nog de match met highlights wilt zien uit de League 1, uh, Nice 8-0 gewonnen van Assentetien. Dat was uh, echt een pandoring. Dat was... Als je wat het nu straks over dat die niveau minder zijn dan ja, heel ploeg Ik denk dat Saint-Étienne echt, met afstand tenminste, ploeg. Ja, dat is wel denk. erg, want dat is zo'n... Dat We wel is een -club gevallen, nu dan terug uit. Maar die hebben toch in tweede klas gezeten? Ja, ja. die hebben van, van, van Mets gewonnen in de, in de finale voor... Uh, ja, van Belen, ja. Niet, ja. Want die hebben toch op een bepaald moment echt op degraderen zelfs gestaan in tweede klasse. Ja, maar dat was, denk ik... Een jaar, jaar geleden. Bordeaux, Bordeaux. weet je wie dat bij Bordeaux speelt? Ik zeggen, ah, ja. ik was een je dat ik ook had opgeschreven. dat je, ja, Bordeaux, inderdaad, is nu in vierde klasse en uh, die hebben een, de cult uh, speler binnengehaald uh, vorige week en dat is, um, of twee weken geleden, Andy Carroll. En ze stonden er 2-0 achter en uh, hij maakte uh, de 1-2 uh, en de gelijkmaker in de uh, 88 minuut, minute 2-2. Ja, hij, maar hij heeft blijkbaar echt gekozen voor. voor uh, ja, hij we, vindt het er zalig. Hij, oh, hij, okay, dus, hij, zoar, hij heeft ook zwaar ingeleverd op opzichte van Amiens, want hij komt van ja, Amiens. Niemand, maar die sportief directeur is naar Bordeaux gegaan. Okay. En die heeft die hem gevraagd: wilde alsjeblieft meegaan? Het is, het is, het is een nog. Amiens is blijkbaar uh, een heel mooie stad, dat wist ik niet, in Frankrijk. Dat is uh, Venetië-achtig of zo. Een van de vele Venetiërs van het noorden. Ja, dat las ik. Maar hij is meegegaan en echt puur voor, voor niet erkend worden. S morgens naar de bakker kunnen, niet Andy Carroll zijn. Dat is niet meer het geval nu. <laughs> ja. Nu gaat hij in de top. Ja, in Bordeaux kan de... dat wel, denk ik. Dat is, zo. dat is anders dan dat je er in Newcastle loopt. Er ja. hmm. is maar één ding. Dat wou ik nog. Ik geniet wel van de bromance tussen Vinicius en Mbappé. Fenomenaal echt. Waar dan die... toch in het begin twijfel over was. Ja, maar die twee die hebben woord. besloten van wij gaan elkaar kei ja. tof vinden. En maar, dat vind ik super. Maar, <laughs> dat, ja, dat kun kunnen ja, niet beslissen. Ja dat is, een gevoel. Dat is hey, ja, okay. geloof, geloof, We gaan niet jaloers op elkaar zijn. Dat, G dat kan je we wel. Nu en, uh, dat, dat zijn gewoon uh, maar zo goed elkaar aan? Die wat contact voor Mbappé tekenen ja, 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 ja. In, in, in Madrid, dat datzelfde met Bellingham, dat is super mooi om te zien. Die gunnen elkaar constant. is dat dat met jij en Thibaut Van Anker. Ja, Wij gunnen elkaar ook veel, ja. <laughs> contact voordien, bedoel. ik. <laughs> ja, ja, zo. Ik ja. dacht ja, ja, dat ook. Ja. Ja. Nee, maar ik vind dat mooi om te zien en ik, ik moet zeggen ze waren niet goed. Um, dit weekend ik heb, eerste, ik heb de hele wedstrijd gezien. Espanol hè, Ja. ja. Um, en dan komen ze nog achter. Uh, want dan was gelijk. En dan komen we achter de tweede helft. ongelukkig ik, ja, ja ik kan er weinig aan doen. Ik krijg hem tegen zijn steunvoeten naar binnen. Maar het ja, okay. is wel niet. Het ziet er niet mooi uit. Nee, nee, oh, nee, het is nee. geen flater, hè? Allee. Nee, nee, nee. Oh. Ja, okay. Maar ze zijn het niet gewoon van hem. Ze nee, het voilà. Het voilà. ja, ja. okay. kan en, niet in een doekje komen. En je, voelt, <laughs> je, je voelt dat ze wat creativiteit missen. En dan komt, brengen ze Vini in. En dan merk je toch meteen dat die ja. dat extra dat, en ze vinden elkaar ook blindelings. En ze zijn gewoon super blij voor elkaar. Als een ene scoort, een ja. andere scoort, penalty afgeven, doen. Ja. Dat danske, Allee, zo, zo raar gaan staan. Ja, ja gewoon top. Want, uh, Vinicius is aangeduid als vaste penalty -nemer En hij heeft sinds uh, begin augustus al vier penalties aan ploegmatjes gegeven. Dus dat zegt genoeg, denk Amai. ik. Van, uh... Chapeau. Wel ja. vertrouwen we ook. Maar, veel, maar. altijd als ze voorstaan? Dat weet ik niet van buiten, mag. Maar... Dat is wel een verschil, vind ik maar ik moet er nog steeds wel zelfvertrouwen ja, heb hebben voor ja, maar als ze één keer... al achter staan, dan geeft het die je niet af denk ja, dan, ook niet? chapeau. want dan zeg je ja sorry jongens, ik, ik, ik ben wel mens, Alles maar net ik, ik wil dat wel wat we winnen, net ja, dat voilà. is ja, want anders is het statistieken, het is nog mooier, ja, voilà. ja, 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 nee, want ik, ik zag ook een stad, want hij heeft er zelf ook al één of twee gemaakt, uh, hij heeft over heel zijn professionele carrière, ik weet niet hoeveel exact, hij heeft er nog nooit één gemist, dus dan, je zeggen van ja, waarom zou ik moeten afgeven? Ja, dat is waar, maar ja. Ja, Maar hij geeft hem, hem af, he. dat is, dat is puur menslievend. Palmer, Palmer, die ook, dat ze mij drie of vier nog voorstand dat ze dan bars aan het maken zijn over die, terwijl hij maar al twee had gemaakt toen. Ja, maar die had nog iets meer te bewijzen, vind ik. Misschien wilde hij ook, hij tegen een specialist misschien eens durven afgeven, als je weet van. een keeper is een penalty pakker. Ja, misschien, maar ik denk, zoals Filip zei, ik denk dat het echt komt dat het een goede plaats Dat ze echt, ze weten dat ze nog, ik zat jaar samen gaan voetballen, dat ze nog zoveel kunnen bereiken samen. En dat is gewoon elkaar gunnen en dat komt terug. Dat, Daar ja. moeten we toch halen, niet, niet nog duwen. Oh, nee. oh nee, dat gaat niet gebeuren. Echt, de, de, de Barcelona zit blijkbaar ook te proberen. Hè. Dat zou ik wel tof vinden. We en Lewandowski dan? Gaan ze dat betalen? Ja, oké. Okay. Nee. Lewandowski is zo oud. Af en binnen een paar ja, jaar ja, ja, ja. bedoelde. Je die de assist van Jamal gezien trouwens? Ja. 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 Eigenlijk die van Vinicius, niet hetzelfde. Maar ook ja. wel... Ja, die ja, Maar Jamal was wel ja. nog een dat niveau. Barça, 18 op 18. 22 goals gescoord, 5 tegen. Er tegen. Wou ik net ook net zeggen. Ter en dat is erger dan je voorste kruisband scheuren. Patellapees ja. afscheuren is echt. Ja. Pre is, allee, dat is... Als jeet basket heb je er... ook geen idee wanneer je terugkomt. Nee, ik ben eraan geopereerd, maar dat was gewoon een zware ontsteking. Ik, ik heb negen à tien maanden gerevalideerd. En dan was eens op echt, top niveau komen. Ik, no, dat is nooit meer geweest. <laughs> 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 maar voordat <laughs> ik effectief kon springen zonder pijn, dat is. Ja. Dat is voor een keeper is dat ook. Ja, dat is effectief als je een uh, jumpers niet. Dat is een patellapees ontsteken. Nee, ja. Als die afscheurt, dat is echt dat is de hel. En zeker, het is ook niet meer van de jongste ter mm -hmm. die, heeft vorige, bij, hè. die heeft vorig jaar of twee jaar geleden toch een lange blessure gehad. Ook, hè? Dat weet ik niet. Kijk eens, wil. S32. Het enige geluk is ze hebben, dat ze die regel niet hebben uitgevonden. Dat je als keeper. Alleen als je je keeper geblesseerd hebt. Want no dat gewone no mocht. Ja, ja, die gaan ze gaan halen. Hè. Maar die blessurelijst is, is ook wel. Arnaud Bodar is. Oké, Lornevas wordt genoemd. Lornevas heeft al in opgekomen hè. Ja. Maar die blessurelijst is ook wel. Bute naar Barça. Te kennen. Maar is het niet alleen transfervrij, spelen je mocht aan? Dat is keeper nu, da, denk ik. Sven Jacques zorgt wel dat hij transfervrij is. Uh, de blessureles bij Barcelona: Gavi, Araujo, De Jong, Christensen, Bernal, Olmo, Fermin Lopes en Utters tegen. Ja, wel ook, stevig he. aan te tikken. Ja, maar het klikt ja. wel op een of andere manier, die ploeg. Ik heb er nu eigenlijk geen match van gezien, maar. maar de... Flik heeft dat wel iets neergezet in een heel korte tijd. Hmm. inderdaad, wel, wel klikt het. Dan? Uh, over blessures gesproken. Ik heb... <laughs> Oh, wauw, ik, ik doe dat normaal nooit. Dat nee, echt, ik niet. nee, ik kijkt me enorm in, want ik doe dat normaal altijd. Kijk op dat ge, echt wat. Ja. Ik heb een podcast met Sam de Jongen opgenomen vandaag. Dat is ja, ja. constant, dat is constant ja, ja. zo. Hè. Um, ik heb ook wel een van de vreselijkste blessures ooit gezien dit weekend van ja. Malinowski. Ik weet niet of uh -huh. iemand dat beeld gezien heeft, maar uh -huh. als je luistert, best niet opzoeken, want uh -huh. dat is echt. Je recht misselijk van worden. Blijft steken in dat gras, In dat gras gewoon en dan heb je het gevoel. Van... Allee, dan, dan zou je bang zijn om, om te gaan voetballen, want je denkt, ja, waarom, dat kan mij ook over. Allee, ik heb ooit eens één keer, als gezien... dat kan, weet je, als, 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 als het met een tackle moet zijn op kniehoogte, exact. dan denkt je, ja, oké, okay, da, da, ook... da, daar is een, een ref voor, maar ja. Ik heb ooit eens één keer gezien, ik was een paar jaar geleden een college basketmatch aan het zien, en iemand die springt en die landt op zijn been, en dat been, dubbel, toch ja. gewoon in twee, uit het niets, dus... Mm -hmm. Dit is nog door het gras, maar dat zijn ook van die, van die freak-injuries. Ja, het is freak. Ah, is... Ja. Je ziet ook dat het zo erg is dat ze als de keeper van de tegenstander hem de knuffel geeft en zijn gezicht wegtrekt ah, van tuurlijk. Uh, niet kijken, want dat wil ja, niet Als je dat beeld ook... Want bij mij kwam oh, op zegt. mijn tijdlijn op, op Twitter en dat begon ineens vanzelf te spelen. Ik ja. wilde dat eigenlijk niet zien. Nee. En dan en denkt de Danny dat zelfs in de, in de haat die er nu wel was tastbaar tussen Arsenal als dat gebeurt, is iedereen weer voetballer, maar denk tuurlijk. ik. Ja, en ja, ja. los, toch? Want dat moet wel, vind ik. Tuurlijk. Ja, dat is absoluut niet zo. Niet iedereen, maar ik. Of, uh, de meeste wel, denk ik. Als iedereen, er zoiets ergs gebeurt? Denk ik niet. Maar dat is nog iets anders, vind ik, dan wat er bij Rodri gebeurt. Omdat je dat niet echt kunt zien. Nee, nee, Rodri weet er niet echt 100%. Maar ja. als dit gebeurt, dan denk ik wel... Ja. Ja, bij Rodri je... waren er toch ook van Arsenal die even kwamen kijken. Ja, ja. Dat oh, oh, dan, dan gaat wel. dat bij zo'n blessure als Magnowski als je denk ik. is dus misschien iets anders als het een tackle is, zoals dat Lissandro Martinez deed, ja, dan... Dan is het een opstootje. En dan kun je nog jij sorry sorry zeggen, maar dan. Je hebt, hebt het onder de spelers, bedoelde? Ja. Ah ja, dus onder de spelers. Dat ik. Ik dacht onder de supporters. Nee, nee, nee de 22 ja, nee, spelers ja. Sowieso, ja, 100%. Ja, ja. Nee, nee. Maar ik dacht dat je. Over truitjesbeek wordt dat je. Of, dat je, behoort, dat je nee, nee. maakt de link met supporters. Maar zelfs bij zo'n blessure denk ik dat de supporters, als ze dat echt zien, dat het ja, zo erg is. Dan ja, ja. applaus, dan denk je Dat denk ik wel. Een uh, paar positieve dingen nog om af te sluiten: Bayern. Het begint echt goed te draaien. Ja. 9-2 in de Champions League. Ja, we moeten het toch nog altijd doen. Hè? Het zijn uitslagen die we vroeger ook wel normaal vonden. om 9-2. Maar dat jaar is er wel tussen gekomen waarin dat echt slecht was. Dus. En dan nu 0-5 ook nog echt tegen Bremen. Ze hebben 20 goals gescoord in je laatste drie wedstrijden? Ja. Ah, die Olyssé. Is... Ja, maar dat is een goeie, hè? Ah, Als dat echt een transfer van een company is, dan is dat echt heel goed. Ja, dat is echt gewoon... Een... Die goal van Kane. Maar die was top bij Christophe. Hoe dat je naar nou voorbereidt aan mij. Heeft er nog toch, nog een grappig beeld van op training bij Bayern. ik weet niet oh, of ja, je, ja, hebt je, zien, dat je dat je Muller zo achter Dalin bleef hangen op training dat iedereen een strijk lag. <laughs> maar dat was toch was dat opzettelijk? Nee. nee, nee dat was ja, een, echt hè. Nee, nee, ja, okay, bij Müller moet altijd dat gebeurt super vaak, want ja. er zijn verschillende ploegen. We hebben dat ook al meegemaakt dat er zo op training was bleef hangen achter Dalin, ja dan dat is Zie je wat een sniper uh, dat ook zelf, lacht ja, ja, daar zelf. Ook en dan begonnen we over over hey, goed voor je filmpje. Ja, ja, dat begonnen ja, ja, ook. geweldige camera, maar daar stond het. Ja. het ook is... Is... met de vier van Kane toen hij hem scoorde, liep hem naar Muller. Ja, ja, en die ja. deden zo samen zo, ja, ja. de celebration van hè, van Kane. Maar natuurlijk als je, als je wint en zo wel scoort, dan is het logisch dat die sfeer goed is. Maar... Ja, maar dat is wel dat is wel super maar Dat blijft. trek je ook door, hè? Ik denk dat de company dat wel slim heeft gedaan om de, om de gevestigde waarden belangrijk te maken en daar een paar jonge talenten rond te zetten. Dan denk dat hij wel merkte dat dat nodig was. En dat dan moest hersteld worden, een beetje die. Ja, zelfs ga je nu uh, nog gescoord, toch? Ja. Met die negen ja. of zo. Dus alleen nu thuis Leverkusen naar Aston Villa. Dat is eerst serieuze Echt? werk, hè? Uh, ja. ja. Ook Frankfurt en Barcelona in de, de weken die ja. aankomen. Ja. Dus, alleen, het, uh, het wordt leuk. Maar, kan, kan ik nog twee minuten over het psychodrama A.S. Roma babbelen? Ja, zeker twee minuten. Waar ja, de, de held van het volk. Is ontslagen, namelijk Daniele de Rossi, de man die ervoor zorgde dat niet alleen de uitverkochte stadions van Mourinho uitverkocht waren, maar ook daarna nog. Dus gewoon als een soort bliksemafleider daar gezet. En ontslagen door de Friedkins, die nog nooit gesproken hebben, dus nog nooit met de pers. Dus die twee Amerikaanse, die nu Everton ook echt gekocht hebben. Hij is gekocht? Ja, ja. Ah, het ja. is rond, echt. Het is rond, blijkbaar. Ja, is zo... Dus vandaar, ja, heen? ze zijn heel bang dat hij die, dat die gaat zeggen oh, nu zijn we echt weg, want <coughs> Suluku, dat, is, dat was een vrouw en ze noemde die, dat is typisch Romeins, dat is eigenlijk een heel mooie vrouw, maar een heel grote vrouw. En ze noemde die La Giraffe. Giraf. En effectief, ik kan die nu niet meer zien als ik dat beeld zie, denk ik iedere keer aan een giraf. En die heeft dus die heeft ontslag gegeven. Anderen zeggen dat ze het haar hebben laten geven, maar die heeft omdat ze bedreigd werd omdat ze onder politie ook haar kinderen onder politie naar school moesten. Na het ontslag van de Rosiers. Giga belachelijk. Maar oké, okay, daar zit zoveel fout. Alleen de snelkookpan Roma is weer aan het, aan het pruttelen. En ze hebben nu dit weekend Oediné's geklopt. En voor de eerste keer soeverein gewonnen. Oediné was ook wel echt slecht. Maar die Dovbik, wel een goede spits. Ja. Maar het zotte is dat, dus Koning de Winter met zijn goal op Genoa. In, in minuut 94 eigenlijk het ontslag van De Rossi heeft bewerkstelligd. En heel snel wel. Ja, dat is veel te snel. Dat hadden er net drie jaar gegeven. Maar hoeveel speelden zijn ze in 4 Vier. Dat is Veel nu. te snel. En dus ja. ik had hem vorig jaar Maar er is geen brug in Rome waar dat geen spandoek aanhangt. Hè. In Berlijn zijn er bruggen ja, waar dat, ja. dat spandoeken aanhangen van. Dus ja... Ik zei wel zotten da dat dat... Dat is niet normaal. Dat, dat is tegelijk tof, maar dat, 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 dat over, het is ook giga overdreven natuurlijk. En ze hebben een half uur buiten gestaan, dan zijn ze binnengekomen. Maar die ploeg is is, is het gewoon misschien ook niet in de Serie A dit jaar als je een trainer ontslaagt en snel iets goed neerzet dat je een titel kunt winnen. Nee, meer dan meer dan de ja, vorig jaar was interkampioen ja. in december het jaar daarvoor ja, was Napoli nou, kampioen in januari. Nu zijn, er, januari. Zoeken, zoeken, nu zijn er veel nog aan het zoeken, een paar nieuwe coaches ook, dus. Er is nog niemand waar je maar ze op dit moment al van zegt... Maar ze hebben echt gang. geen ploeg. Jito. Maar wie gaan ze dan aanstellen als ja, Ze hebben Juric, hè? die ja. van Torino. Dat ja. is een speciale mens die... die uh... Heb je dat gezien dat... Bij, bij, zijn eer, bij zijn persconferentie? Ja, dat super, hè. super. Ja, maar dat hem, elke journalist aan een vraag stelde, noteerde hem die een naam. Ah nee, dat heb ik niet gezien. Dat zou blijkbaar een, een, ja, een, een, een oud reeltje zijn, wat dat de trainers vroeger deden. Dus elke journalist aan een vraag moest stellen, moest eerst zijn naam zeggen en noteerde hij die Normaal naam. Normaal doe je dat. Als je, behalve als je natuurlijk... De huisjournalisten zijn en je kent elkaar al, maar bij, bij een persconferentie voor een match, stel jezelf even voor. Ja. Zeg je, ja, ik ben die nee, van medium. Dat, medium. Ah, dat kan ook dat dat ja. zo gebeurt, maar hij schreef telkens de naam op, waarschijnlijk, om te onthouden van ja, wie gaat zelf? er miserie creëren in de pers en wie niet. Ja, schreef het allemaal op. Ja. Maar hij, hij, blijkbaar is hij tijdens uh, corona is hij gaan werken in een, uh, in een, een uh, restaurant voor daklozen in Turijn. En niet zo één een een dag, omdat er een toevallig een cameraploeg was, dan heeft hij dat echt gedaan. Die zei, niet ik wil het me nuttig maken. Hey. Niet fake. Nee, niet fake. Dus allee, wel en ene van, van werken en lopen. Gewoon een taal. cadeau om de Rossi op te volgen. Nee, want het, het zotte was dat de, de, de dokter van de laatste titel was overleden. En die, die mens werd begraven op Piazza dei Quiriti. En dat is van de Rossi zijn huis te voet... Tien minuten en met de auto drie uur. Allee, dus de Rossi is de dag daarna te voet naar die begrafenis gegaan. De dag na zijn ontslag, ja, iedereen weet waar hij woont, dus iedereen stond er met die dingen. film heeft niks zijn. die wandelde gewoon door Rome. Daar een monument, daar... Ja, allee, zo ook. Ja, die mens is... Hij wil blijkbaar opnieuw coach worden. Ik denk zelfs... Heeft, voorgesteld er de heeft hem de kwaliteit gekregen om een ja. goede coach te zijn? Menselijk... Of is dat nu gewoon gelukt omdat hij met shock effect in Rome heeft gecreëerd? Ja, het is gelukt en mislukt. Hè. Hij had van zijn laatste 12 matchen, 15 matchen de drie gewonnen. Dus het was een da en dan dat. Ik denk, ik, dat was, dat was een, een trainer op het veld. Uh, menselijk gigatop. Dus dat is echt een waar je allemaal doodgrauw onder zou spelen. Alleen ja, als hij nu nog eens ergens mislukt, moet u wel vragen beginnen stellen. Dus het is nog een vraag? Maar ja, hij heeft dat is wel iemand die gemakkelijker trainer zie worden dan sommige andere ex-voetballers. Ja, Ay, ja het, door de, wat de vergelijking hij is altijd Totti waarschijnlijk. Ja, in nee, Totti ja. wist je tot dat die gaat nooit trainer dan, worden. Dan, want, ja, oh nee, Ja, dat gaat we niet. Totti tot heeft wel bespoedigd door te zeggen. Totti had een interview in, de, in, her, in Il Messaggero, de, de, de lokale krant, maar dat is, dat is niet reclameblad. Hè, dat is, <laughs> en hij had, had gezegd: Ja, de Rossi, uh, we bellen vaak. Ja. Dat was... Oeh, we bellen vaak, want Totti wil eigenlijk... Tot wil geld krijgen zonder nog te werken, maar als uithangbord van Roma en toch ook nog belangrijk zijn. Dingen die eigenlijk niet compatibel zijn. Huh? Wat Baresi doet. Wat Baresi doet. Ja. Ja, en wat Zanetti wat doet. En wat... Maar, ja... Totti kan dan ook niet zwijgen. Zanetti zwijgt, hè. Baresi hoort ook niet, hè. Die mannen zwijgen, hè. Totti je... niet. Maar ja, dus dat was ook geen goede zet voor zijn vriend. Uh, nog geen vraag voor jou, Filip. Ga je kijken naar de documentaire van Thibaut Courtois? Zeg maar vier. Ik kijk niet naar documentaire's. Hetzelfde. Wel, wel. Niet, zo van, niet zo van sporters die nu bezig zijn. Ik heb ook niet naar die van Ronaldo. Er zijn interessanter dingen. En dat heeft niks met Courtois te maken. Hè. Maar je ik vind gewoon staf vier delen. Ik kijk naar Dan matchen is mijn match. er tien. Later wel. Ik kijk wel Belga Sport en zo. Maar dat, dat heeft. Ook maar één deel. Hè. En ja, maar dat heeft de gloed van de geschiedenis. Ja. Maar wat er nu gebeurt. Ik nee, vind het raar, documentaires over spelers die nog bezig zijn, ik vind er inderdaad ook altijd... Ja. Is daar. Het heeft meer waarde als het afgerond is. Ja, die van Michael Jordan, ja. Dat, dat, dat. Ik, heb nog altijd Netflix. ik betaal nog altijd Netflix. Om die nog eens te zien? Nee, omwille van dat moment ben ik lid geworden. Ja, uh, dat is onze... Allez, ik snap dat het, onze nee, jeugd. Je tegen mij je moet tegen mij Nee, zie, ja, dus... En ik dat snap. vond ik fantastisch. En ah. zelfs als je net stopt, moet je het ook niet net dan uitbrengen, vind ik. Inter, Inter was nu, eh, allez, sorry, maar Inter was, was uh, nummer zeggen, nee. één in de box office in Italië met de film over de twintigste landstitel van vorig jaar. Dat is ook niet goed als je tegen Milan moet spelen, dan ga je daar een heel, oh, box office voor uh, verschrikkelijke ikken. <laughs> dan kom je tegen Milan en dan verliezen. En wie was er nu verschrikkelijk? Voilà. Okay, mooie einde. Uh, mannen, bedankt voor erbij te zijn. Uh, ja, bedankt, Dennis. Uh, yeah. En wanneer, uh, want oké, okay, gemaakt sluikreclame, wanneer, wanneer begint het opnieuw? Deze week. Echt? Ja, vrijdag. En wanneer begint de NBA opnieuw? Uh, 22 oktober, denk ik. Maar Die mannen paar, hebben dus... Paar previews, ik heb met Gilles, Gilles Meulemans erover gepraat. Ja. Ho Hoe lang hebben ze vakantie? Het hangt ervan af of je de playoffs offs haalt Nee, stel nee. dat je ze niet haalt. Zeven uh, maanden? Van ongeveer midden april tot midden, tot, midden september. Van nee, we moeten trainen. Oké, okay, trainingcamp. Dus ja. vijf, maanden. vijf maanden. Als je, je de playoffs niet haalt... Goeie sport hè jongens. Als je de finals haalt, speel je wel 100 matchen. Dan nog de, ja, ja. de spelen meegaan. Nee. En het is, het is fysiek... Allez. Vrijdag. Vrijdag gaan we terug. Ik ben er zot van. Met wie? Uh, Niels en Tijl. Oké. Okay. En dan de naam met Thomas, de klassieke preview. Ja, ja, ja. Komt eraan. Zot. Succes bril. ermee. Dank u. Uh, volgende week is uh, Gilles de Kosser terug, veronderstel ik. Van de Joris Breis, maar dan is de eerste of de tweede keeper. Merci voor te luisteren en voor het kijken. <laughs> Tot de volgende keer. Salut. Die van een Doku. <laughs> ja.